de lijn met Jos Freulich. Ja, goedenavond allemaal. 9:10 op deze ijskoude dinsdagavond. Van harte welkom bij een lange uitzending van Langs de Lijn. En dat heeft alles te maken met de tweede wedstrijd in de tweede ronde van de Champions League tussen Ajax en AS Roma, die op het punt staat van beginnen. Nog een minuut of vier en dan is de aftrap daar in de Amsterdam Arena. En die wedstrijd kunt u natuurlijk live en rechtstreeks volgen hier via Radio 1. De uitzending duurt tot 11 uur en dat betekent dat we rond 10:50 ook nog kunnen gaan luisteren naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Techniek vanavond, Martin Schuurman. En voordat we gaan schakelen met de Amsterdam Arena is nog een bericht, want niet alle wedstrijden in de Champions League gaan door. In Pool A is het duel tussen Newcastle United en Barcelona afgelast. Het veld is vanwege hevige regenval onbespeelbaar. De wedstrijd zal nu volgende week dinsdag of woensdag worden gespeeld. Nou, dan gaan we kijken hoe het veld erbij ligt in de Amsterdam Arena en vooral natuurlijk hoe het staat met de opstellingen. Een hartelijk woord van welkom aan onze verslaggevers Bas Stigler en Jack van Gelder daar in de arena. Jack, laten we maar beginnen met die opstelling. Hoe gaat Koeman spelen? Ja, hoe hij precies gaat spelen is nog niet helemaal duidelijk. Gaat hij met 3 of 4 man op het middenveld spelen? Speelt hij met 2 of met 3 spitsen de halve? In ieder geval zijn het de volgende 11. Stekenenburg, Trabelsiberg, Dolmo, Van der Meijden, Witsche, Zlatan, Pinar, Mido, Maxwell, Passane en De Jong. En is Liedmanen een man die op de bank zit. Dus niet fit genoeg. Of misschien tactisch gezien door Koeman niet in staat om dat te doen wat hij wil laten doen. Hij zou hem dan eventueel, als hij in de positie zou spelen die hij er normaal in heeft, zo'n beetje aan Totti gaan koppelen. En dat lijkt nu een taak te worden voor Nigel de Jong. Centrale duo met Passane en Berg Dolmo. Over de weersomstandigheden hier wordt vaak geklaagd over het stadion. Vandaag is het natuurlijk ideaal dat het dak dicht is. Niet dat het ontzettend warm is. Maar het allerbelangrijkste element van de koude is vaak de wind. Nou, die staat er dus niet. En dus is het hier uitstekend in de Amsterdam Arena. Bij de opkomst van de twee elftallen waarbij Roma in zwart met oranje het veld betreedt. Roma waar slechts 4 Italianen spelen. Maar bij Ajax spelen ook maar 4 Nederlanders. Dus wat dat betreft internationaal gezelschap op het veld. Het is vol hier in het stadion. Een aantal opmerkelijke personen zijn hier aanwezig. Bijvoorbeeld Marco van Basten. Die is hier geregeld. Maar natuurlijk ook de opvallende verschijning. Niet helemaal opvallend, maar toch is de aanwezigheid van de coach van PSV, Guus Hiddink. Die hier zit te kijken 4 dagen voor de belangrijke confrontatie in de competitie tussen Ajax en PSV. De twee teams die nu klaarstaan, Ajax en Roma, zijn niet ongeschonden uit de eerste wedstrijd gekomen. Voor Ajax was het natuurlijk een goed gegeven. 1 punt meenemen vanuit Valencia was goed. Alhoewel men nog heel mazzelig bijna bij een overwinning was. Maar zover kwam het dus niet. En Roma is behoorlijk afgestraft in eigen huis door Arsenal door met 3-1 te verliezen. Met andere woorden, Fabio Capello zegt, een gelijk spel hebben we niks aan. We gaan voor de winst. En tegen het in ieder geval op papier verzwakte Ajax zou dat niet eens tot de onmogelijkheden moeten behoren. Want Roma kan je een beetje zetten in het rijtje. Zoals ook Inter hier een paar weken geleden liet zien. Een ploeg goed kan verdedigen. En dan met een aantal uitvallen iets goeds kan doen. Met mensen als Totti en Cassano. En als je dan op de bank mensen hebt zitten als Montella en ook nog Batistuta. Dan is de bank van Roma in ieder geval op papier sterker dan bijna de basis van Ajax. Maar in voetbal valt niets te zeggen. Niet meer dan dat de scheidsrechter uit Duitsland komt, Markus Merk heet. En dat wij, Bas en ik, in ieder geval hopen op een hele aantrekkelijke wedstrijd. Ja, eerlijk gezegd ben ik daar een beetje bang voor. Omdat ik vermoed dat beide ploegen in ieder geval zich van tevoren hebben verzekerd van het gegeven dat ze niet willen verliezen. En ik zie toch eerlijk gezegd de Italianen niet zomaar naar voren lopen. Ajax, nou ja goed, Jack zegt het, gehavend. Natuurlijk met schorsingen, met blessures. Het is inmiddels bekend bij iedereen dat, nou, laten we zeggen, de as met Kivu, Galasek en Van der Vaart er niet bij is. Waarvan Galasek geschorst is. Kivu overigens ook, maar die had sowieso niet gespeeld omdat hij natuurlijk ook geblesseerd is. Van der Vaart geblesseerd, Sikora er natuurlijk niet bij. Het goede nieuws is dan in ieder geval dat Nigel de Jong, waarvan we eigenlijk na afgelopen zaterdag na de uitwedstrijd bij de Graafschap dachten, zou die wel kunnen spelen. Fit voldoende is bevonden door Ronald Koeman om in de basis te starten. Voor de mensen die Roma een warm hart toe dragen en luisteren en denken, hoe zou het toch zijn met Panucci, die gisteren namelijk apart trainde bij AS Roma. Nou, hij speelt wel en staat gewoon in de basiself van Fabio Capello. Een basiself die overigens maar op 1 plaats afwijkt van het elftal dat vorige week tegen Arsenal verloor. Dellas, een Griek, speelt wel. Del Vecchio speelde toen wel en is er nu niet bij. De bal ligt inmiddels op de middenstip. Markus Merk heeft hem daar neergelegd. Ajax gaat aftrappen. Zoveel is duidelijk met Zlatan Ibrahimovic en Mido in de middencirkel.
Ik ben zeer benieuwd. Ajax zal weten dat het speelt tegen, mag ik het zo zeggen, Jack, op papier de zwakste tegenstander van de drie die ze tegenkomen? Absoluut. Alleen welke ploeg ligt je het beste? Normaal gesproken speelt een Nederlands ploeg, en met name ook Ajax, altijd heel goed tegen Britse tegenstanders. Maar Fabio Capello, de coach van Roma, die nu ziet de bal voor de eerste balomwenteling in de voeten is van Stekenburg, zei dat Arsenal op dit moment het sterkste team is van Europa. Dus wat dat betreft, maar eens kijken wat er gaat gebeuren in deze wedstrijd. Ajax heeft weliswaar ook een goede reputatie tegen Italiaanse ploegen. Met name in finales als Ajax er tegen speelde, liep het meestal goed af 4 van de 6 keer. Maar de tijden zijn veranderd, de formaties zijn veranderd. En Roma heeft in ieder geval in eigen land geduchte concurrentie en is voorbijgestreefd door plaatsgenoot Lazio Roma, door Inter, door AC en Juventus. De ploeg van Capello met die vele vreemdelingen, met veel Brazilianen, met veel voetbal er ook in. Ja, dat is een ploeg waar je in ieder geval in verdedigende zin het een en ander zou kunnen halen. Omdat daar weliswaar een aantal krachtpatsen staan, maar daar toch een beetje de Achillespees van dit elftal ligt. Vandaar dat Capello in de winterstop zich ook zou willen versterken met een aantal verdedigers. Balbezit overigens nu aan de rechterkant voor Cassano. Cassano, slechts 20 jaar gespitst van Roma, draait er tussen twee man door. Valt dan onderuit en dan zegt hij te merken dat hij dat iets te opzichtig doet. Waardoor het balbezit is voor Ajax in die eerste minuut van de wedstrijd. Het balbezit voor Stekenburg. Die de bal klaarlegt en alles wijst op een lange trap van hem. En dat betekent dat de verdedigers van Ajax ook rustig een stukje op kunnen schuiven. Er staat Nigel de Jong in het midden te gebaren dat de Ajaxiden vooral het veld breed moeten houden. Dat geldt dan met name Maxwell en Trabelsi links en rechts, zodat er in ieder geval ruimte is. Dat is altijd als je de bal hebt prettig. Nu moet de ruimte weer klein worden, want Ajax is de bal naar die verre uittrap kwijt. Er komt een terugspeelbal van de Italianen op doelman Antonioli. Die bal belandt dan vervolgens nadat hij getrapt heeft op het hoofd van Maxwell. Dat gebeurt nog op de helft van Ajax. De bal wordt nu door Roma op de helft van Ajax gespeeld, waar Maxwell kan controleren. De bal bij Witsche krijgt. Witsche opgejaagd wordt door die 20-jarige aanvaller Cassano. De bal bij Mido krijgt. Mido kopt. En Mido kopt, ja, in een poging, in een soort breedtepaasje, slaat al Ibrahimovic te bereiken. Die staat als aan de grond genageld op het verkeerde been. Bovendien komt de bal te hoog en mag AS Roma gaan ingooien. Ajax lijkt in een 4-4-2 opstelling te spelen, omdat Van der Meijden zich zo nu dan laat terugzakken. Maar zodra de balbezit is zoals nu, schuift Van der Meijden door en speelt Ajax met 3 mensen voorin. Waarbij Hans Zlatan op dit moment de bal is. Man is op jacht naar de bal en het uitverdedigen van de Italianen goed is. Maar dit is wat slordig. Die bal lijkt me te hard. Die bal die werd aangespeeld door Emerson, de Brazilianen, is niet te belopen, waardoor de bal over de achterlijn gaat. Maar dat is het aardige van een ploeg waarbij Capello coach is. Hij probeert altijd van het voetbal uit te gaan. Noemde overigens afgelopen zondag bij Studio Sport in een interview dat eerder in die week was gemaakt Marco van Basten de beste speler met wie hij ooit had gewerkt. En wellicht de beste voetballer die de wereld ooit heeft gekend. En we herinneren ons altijd nog de huilen bui van Fabio Capello bij het afscheid van Van Basten van het publiek een aantal jaren geleden. Van Basten dus nu misschien aan de basis van een mooie trainerscarrière. Kijk naar zijn ex-coach en het elftal dat op dit moment ziet dat Ajax in balbezit is. En dat Witsche uitstekend open. 10 meter over de middenlijn naar Trabelsi. Trabelsi speelt de bal aardig aan, maar kan net Zlatan niet bereiken. Balbezit blijft voor Ajax. Met het balbezit nu de hoogte van De middenas van het veld. De Jong draait om 1-2 man heen. Probeert die bal binnenkant back te geven. Lukt niet. Trabelsi houdt de bal onder controle. Zat volgens mij een armpje bij. Krijgt de bal goed bij Van der Meijden. Dit is de eerste mogelijkheid voor Ajax. En die bal komt net iets zo. Dan laat de keeper de bal los. En dan gaat hij voor de eerste corner. Ja, ja. Eerste mogelijkheid voor de Amsterdammers. Goeie aanvalsopzet via de rechterkant van het veld. Bal binnenkant back gestoken door Van der Meijden. Trabelsi weggestuurd. Dan is er nog even geen coördinatie tussen Mido en Zlatan. Beide lopen naar de eerste paal. Maar toch is de paniek bij de Italianen zo groot dat Ajax de eerste hoekschop nu mag nemen. Keeper ziet er niet goed uit. Die laat gewoon de bal los. Misschien is hij een beetje geschrokken. Witsche neemt de hoekschop. Bal komt richting eerste paal. Wordt daar door de Italianen weggekopt. Pina gaat dan de lucht in met Cassano. Wint het komt nu wel, maar speelt de bal bij de Italianen in de voeten. En dan moet Ajax uitkijken voor de counter. Doet het dat goed? Omdat Pina achter de bijna ontsnappende Cafu aanrent en de bal van de schoenen speelt. Die gaat vervolgens terug naar Stekelenburg. En die opent onmiddellijk weer naar de linkerkant. Waar Maxwell inmiddels de middenlijn is overgestoken. Capello aan de zijlijn. Druk staat een gebaar. En ziet dat Ajax via Van der Meijden nu uitgeweken naar de linkerkant de bal heeft. De bal gaat naar het centrum toe. De Jong heeft ruimte. Dat had hij net ook. En verplaatst dan de bal naar de rechterkant. Naar Trabelsi. Die ook in de beginfase van deze wedstrijd dus veel durft op te komen. En dat is een goed teken. Bij hem heet de man Vincent Candela. Een Fransman. En de bal gaat vervolgens van de rechterflank weer naar de linker. Waar Maxwell nu zeg maar ter hoogte van de middencirkel staat. En helemaal aan de linkerkant van de Meijden. Ziet slordige aanname. Moet dan uitkijken dat hij de bal niet kwijtraakt aan Cafu. Dat doet hij in ieder geval wel, maar moet dan vervolgens helemaal terug. Dan speelt de bal zelf terug op de doelman Stekelenburg. Die vers een strafschopgebied uit moet komen. Maar de bal daarmee wel in Ajax bezit houdt.
In ieder geval zijn die openingsminuten aantrekkelijk en wordt er vrij snel gevoetbald, met name door Ajax. Terwijl Roma een beetje achterover leunt en kijkt waar er eventuele mogelijkheid te halen valt door een uitbraak. Maar is het Ajax dat tempo dicteert en Ajax dat met name de bal heel goed van rechts naar links laat gaan. Waardoor een wat statisch middenveld wellicht uit elkaar gespeeld kan worden. Een optie die eigenlijk ook in de wedstrijd tegen Valencia aanwezig was, maar niet werd benut door de Amsterdammers. Waar men toen een slechte wedstrijd speelde, uiteindelijk toch uitmuntend in een uiteindelijk gelijk spel. Maar nu is het balbezit voor Zlatan. Werd een beetje vastgehouden. Mido probeert erbij te komen. Komt er ook niet bij. Van der Meijden moet er dan eerder bij komen dan Cafu. Dat lukt ten dele. Cafu trapt de bal over de zijlijn. En zo heeft Ajax halverwege de helft van Roma het balbezit. Spelen hier inmiddels ruim 5 minuten. In een hele leuke openingsfase. Waarin Ajax onbevangen probeert te voetballen. En waarin het heel aardig, ik zei het al eerder, van links naar rechts gaat. Maar dat doet nu, in dit geval voor de eerste keer, ook Roma met het balbezit aan de rechterkant van het veld. Linkerkant van het veld, sorry. Kan de live de bal in zijn voeten. Krijgt bezoek van Trabelsi. Bal gaat naar het centrum. Daar kan Emerson krijgen. En vervolgens de paas versturen weer naar de linkerkant. Sabina duikt erop. Een van de verdedigers. Geeft de bal weer aan Candela. Dan komt een diepe bal. Of Totti is dat natuurlijk. Er komt een diepe bal richting strafschopgebied van Ajax naar Cassano. Daar is de onderschepping van Ajax. En verdedigt in feite Mido een beetje mee. Ruim op de eigen helft. Jack, wat heb je gegeten vanavond? Ja, spruitjes. Ja, heerlijk. De bal vervolgens nog steeds in Ajax bezit. Van der Meijden krijgt niet, omdat het hoofd ertussen zit van Trajanos Delas. Die Griek waar ik het eerder over had, die kopt de bal over de zijlijn. Ajax neemt die ingooi snel. En dan probeert Panucci een hoekschop te voorkomen. Ik vraag me af of hij erin slaagt. Maar hij springt over een aantal fotografen heen. Blesseert zichzelf gelukkig niet. In de poging nog die bal net bij de achterlijn weg te houden. Het antwoord is voor hem heel sneu ook nog. Dat lukt niet, want het is gewoon de tweede hoekschop voor Ajax. Hij maakt een vervelende klap en gaat ook over een hele dure lens heen. Dus ik denk dat die fotograaf het niet allemaal even leuk vond. Corner wordt nu genomen. Komt bij de eerste paal. Is wat te kort. Wordt weggewerkt in de verdediging. Maar de overname is van Ajax. Halverwege de helft van Roma aan de linkerkant van het veld. Goede bal van Witsche. Goede hoogte. Bal komt misschien en dan uit de rebound. Wordt hij ingeschoten op het moment dat er al gefloten is. Bergdolmo schiet er nog wel een keer in. Maar met name de bal van Witsche was van een grote kwaliteit. Omdat je heel vaak ziet in dat soort situaties dat als het lichaam niet goed achterover gaat, niet nadrukkelijk achterover gaat van een speler, dat die bal de hoogte niet krijgt. Maar dan zie je de knappe trachttechniek van Witsche, die bal gewoon eigenlijk, terwijl hij gestrekt staat, hoog voorgeeft. Enige paniek was er zo nu en dan tot bij Roma, net bij keeper. En nu toch ook in de verdediging, waar er werd afgefloten vanwege een overtreding. Balbezit Cafu, Cafu met Cassano, Emerson ook. Een ruitje met Panucci die dan terug moet spelen richting doelman Antonioli. Francesco Antonioli. Het publiek vindt dat niet leuk, maar het is volstrekt begrijpelijk. En denk nog niet dat een ploeg als Roma zich van de wijs laat brengen door wat fluiten. In Italië is men niet anders gewend. Iedere week weer voor heel veel meer mensen ook nog. Overtreding tegen Totti wordt niet bestraft. Duwtje van Bergdolo van Passane was niet correct, maar de scheidsrechter oordeelt anders. Het is ook een beetje heijig in het stadion. Of dat nou komt van het vuurwerk of van de warmte die er dan onder dat koude dak is gaan hangen, weet ik niet. Maar het is in ieder geval een heel klein beetje Ajax-Liverpool. Maar dan een heel klein beetje. Goed, wat lach je nou, jongen? Toen zat je nog in de pijpleiding. Nu is het balbezit in ieder geval voor Ajax. Of je de sigaar wil uitmaken, Jack. Ja. Het balbezit voor Ajax. Pienaar heeft en weer vertrekt Trabelsi aan de rechterkant. Pienaar ziet dat ook wel, want de paas is onzuiver. En wordt onderschept door Roma. Candela komt er dan uitlopen. Totti probeert te verlengen op Cassano aan de linkerkant. Raakt de bal niet goed. Dat geeft Ajax de gelegenheid om ertussen te zitten. En het tikken van Ajax, laten we zeggen het korte werk, bevalt me in de eerste minuten van dit duel wel 0-0. Dat nog wel 8,5 minuut. Maar Ajax is bezig aan een hele behoorlijke openingsfase. Hoewel er nu slordig balverlies wordt geleden. Er een overtreding komt van der Meijden. Die een tegenstander die dreigt te ontsnappen even op de hakken gaat staan. Tegenstander die overigens Panucci heet, dan de vrije trap snel wil nemen. Ajax blijft dan met wat mensen treiterig voorstaan. Marcus Merk, de scheidsrechter, zegt dat doen we niet. De vrije trap is er voor AS Roma. Hij houdt de kaarten voorlopig op zak. De vrije trap een meter of 5 over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Nou, dan wil je hem snel nemen en dan mag je hem nemen en dan doe je het niet. Uiteindelijk gebeurt het dan toch. Een meter of 15 verderop richting Cafu. Cafu met de buitenkant van de rechter probeert hij in één keer in het strafschopgebied van Ajax te krijgen. Daar staan de Ajaxiden rustig te wachten omdat die bal het strafschopgebied niet binnenkomt. Uiteindelijk wordt hij er dan toch weer door de Italianen in feite zelf uitgewerkt. Dan zit Ajax er op het moment dat er een iets diepere bal komt tussen. Zij het maar voor eventjes. Even de bal voor langere tijd op de helft van de Amsterdammers. Er volgt uiteindelijk een schot uit tweede lijn, zoals dat zo mooi heet. Candela is de man die hem afvuurt. Maar iedereen ziet al vrij snel dat dat schot onmogelijk doel kan treffen. Een meter of 3-4 naast. Eigenlijk de eerste doelpoging voor AS Roma. En dat in de 10e minuut. En dat biedt ook enig perspectief.
Wat wel leuk is, is dat je ziet dat twee ploegen vanuit eigen mogelijkheden voetballen. En volledig volgens het concept voorgeschreven door de beide coaches acteren in die openingsminuten. Alhoewel Van der Meijden het ongelooflijk op zijn falie kreeg op het moment dat Maxwell een keer meeging. Hij de bal verspeelde en daardoor opeens de mogelijkheid gaf op een uitbraak waar de Italianen natuurlijk op loeren. Speelt Ajax geconcentreerd nu ook met goed inschuiven van Bergdolmo. Uitstekend gedaan, die er eerder bij heeft dan Cassano. En dan Trabelsi. Trabelsi met dezelfde Cassano voor zich gaat daar langs. Trabelsi geeft de bal dan mee. Dan tussen twee man door is het Pinaar. Die zou een vrije trap mee kunnen krijgen. Scheidster kijkt even of er voordeel uit te halen was. Geeft dan even een vermanend vingertje naar de man die nog even voor de bal blijft staan. Als de vrije trap al genomen is. Vrije trap aan de rechterkant van het veld. Trabelsi, Pinaar. Pinaar, rand 16. Slecht aangespeeld. Kan zich herstellen omdat het uitverdedigen van Roma slecht is. Uitstekend van Witsche. De bal doorgespeeld richting Nuitje de Jong. Die nu even terug moet draaien. Een beetje op wordt gejaagd door Totti. De bal nu eigenlijk voor de verkeerde voet heeft. Maar bij Nuitje de Jong is daar niet echt veel sprake van. Omdat hij links en rechts durft aan te spelen. Nu met Max van goede bal binnenkant. Back van de Meijden. Achter Panucci. Van de Meijden komt daar net niet langs. Bal is toch in de 16. Bal dan bij Slater neemt iets te lang aan. Bal uitverdedigd is ook niet goed. Gaat de Jong voor het schot. Aardig schot hoor. Want die bal die stuit en dan moet hij erin. Dan moet hij erin. Ja! Het is een doelpunt. Het is het schot van Nuitje de Jong. En het doelpunt is van Zlatan Ibrahimovic. Mooie goal voor Ajax. Maar wat is die keeper een ongelofelijke vogelverschrikker. Straks ook al zet hij mis bij de actie van de rechterkant. En nu dan het schot dat er komt van Nigel de Jong. Ik zei het al, rechts of links maakt niet uit. Hij schiet de bal met een kromming in de verre hoek. En de keeper, ja, die laat zich verschalken. Die bal die net voor hem stuit. En dan de rust die Zlatan neemt. Het overzicht heel makkelijk. Geen paniek. Ajax om 1-0 voor. En dat is een prachtig begin voor deze formatie. 1-0 doelpuntenmaker. De man die ook topscorer is in de Champions League voor Ajax dit seizoen. Zlatan Ibrahimovic. Maar deze keeper zou ik op een kermis zetten. Een kleine kermis. Een stille kermis. Ongelooflijk wat een blunder inderdaad van die man. 1-0 voor Ajax. En hoe fijn is het om voor te staan tegen Italianen in de wetenschap dat ze dat nog een beetje moeten gaan komen. Totti gaat naar de grond. Theatraal na een duel met Bergdolmo. Die nou uiteraard de vermoorde onschuld speelt. En nog aan de scheidsrechter uitlegt dat daar van een elleboog geen sprake was. Ik denk dat Bergdolmo dan gelijk heeft. Maar ze knallen wel met de koppen tegen elkaar in dat duel. Waarbij uiteindelijk blijkt dat het hoofd van de Noor harder is dan het hoofd van de mooie meneer uit Italië. Dat kun je van tevoren eigenlijk ook al invullen. Evengoed blijft het feit wel dat er een vrije trap gegeven wordt aan AS Roma. Die bal ligt nog wel op een gevaarlijke plek. Een meter of 4-5 buiten het strafschopgebied. Waar een tweemans muur van de Ajax opgetrokken is. Om de 1-0 voorsprong in de 12e minuut toch in ieder geval niet meteen weer uit handen te geven. Alle mensen van de Ajax nu in het eigen strafschopgebied teruggetrokken. De vrije trap komt en gaat hoog en hoog en hoog over het doel van Maarten Stekelenburg. Uiteindelijk lijkt het nog gevaarlijker dan het is. Omdat de bal tegen de staander achter het doel aanspringt. En vervolgens op de bovenkant van het doel komt. Maar hier was eigenlijk van geen enkel gevaar sprake. Wat heerlijk. Na 11 minuten de goal van Zlatan. En wat heerlijk. Die fantastische missen van de doelman. Ja, uitstekend was dat. Groot voordeel natuurlijk. Maar dat geldt tegen iedere tegenstander. Maar zeker tegen een tegenstander die vanuit Italië komt. Dat als je op voorsprong komt. Dat men toch wat meer uit de verdedigende stelling moet komen. En dat je dan heel vaak een situatie krijgt waarin je mensen gaat overhouden. En dat kan Ajax best eens goed uitcounteren. Maar misschien blijft Ajax gewoon goed druk spelen. Cassano probeert om Bergdolmo heen te gaan. Bergdolmo maakt een overtreding. Cassano valt op de bal en mag natuurlijk de vrije trap nemen. Balbezit ter hoogte van de middenlijn met Panucci. Slecht aangegeven. Cassano houdt de bal binnen. Cassano weggestuurd. Goede, leuke, aanvallende jongen. Goede bedrijvige spits. Raakt de bal kwijt, maar hetzelfde geldt voor Maxwell, waardoor Totti over kan nemen. Totti is lid van het gezelschap der stervende zwanen. Want gaat zodra er maar iets of iemand in de buurt komt liggen. En ja, wat dat betreft is het een speler met zijn ervaring. Die à la, noem het maar Figo, precies weet wanneer hij een duwtje krijgt. Theatraal moet gaan liggen. En uiteindelijk misschien toch voor dat ene moment gaat staan. Voor die ene actie, misschien zelfs voor de penalty. Waarop dat soort types loeren. Roma met de vrije trap aan de rechterkant van het veld. Cafu gaat hem nemen. Tweemans muur van Ajax staat zeg maar op de rand van het strafschopgebied. De bal ligt aan de rechterkant. Stekelenburg kijkt als de bal hoog komt en wordt gekopt door Roma. Dan vervolgens op het hoofd belandt van Mido die daarmee uitverdedigt. Het haar nog maar eens goed doet op het moment dat hij ziet dat de bal in veilige haven terecht is gekomen. Namelijk aan de linkerkant bij Maxwell. En dat betekent dat Ajax even uit de zorg is. Waar het niet dat Maxwell de bal niet helemaal goed raakt en hem de tribune injaagt.
Dat betekent balverlies voor de Amsterdamse ploeg. Dat betekent een ingooi aan de rechterkant via Panucci voor AS Roma. Bij die 1-0 voorsprong voor Ajax door de goal van Zlatan in de 11e minuut van de wedstrijd. Hoge bal nu van Cafu in de richting van het strafschopgebied van Ajax. Twee Ajaxiden lopen elkaar eigenlijk een beetje in de weg. Maar Bergdolmo jaagt dan de bal weer de tribune in. Een kwartiertje gespeeld in Amsterdam. Ajax tegen AS Roma is 1-0 door de goal van Zlatan. NOS langs de lijn op 1. Drie minuten over negen, u bent terug bij Langs de Lijn. Een lange uitzending in verband met Ajax tegen AS Roma. Het stond 1-0 voor Ajax. Is dat nog altijd de stand? Bas Ticheler en Jack van Gelder. Het kader van de ontzettende, laat ik zeggen, commerciële invloed van de Champions League heeft men geprobeerd tijdens de rust en de ster absoluut niets te doen. En dus heeft u niets gemist. We zitten 18 minuten in de eerste helft. Staat het nog steeds 1-0 in het voordeel van Ajax. En zien we hetzelfde beeld, alhoewel in zoverre hetzelfde beeld, dat beide ploegen in die afgelopen minuten niet meer voor elkaars doel zijn geweest. En dat het dus een middenveldgevecht is, waarbij het meer lijf aan lijf wordt, waarbij het aantal overtredingjes ook een beetje begint toe te nemen. En waarin ik vind dat Roma iets te veel in balbezit kan blijven, zoals ook nu. Met een bal binnenkant bek gestoken, Cafu kan er niet bij komen op het overigens slimme balletje van Emerson. En dan heeft Ajax de ruimte om eruit te komen. Maar is het wel opvallend dat Roma heel snel al enige druk geeft op Ajax. En Ajax dat er nu eindelijk weer een keer goed uitkomt. Met een bal van Trabelsi die niet te belopen is door Zlatan. Maar laat ik zeggen, het overbruggen van Witsche van links naar Pienaar naar rechts. En dan naar Trabelsi nog verder naar rechts. Dat zou Ajax moeten doen met iets meer zorgvuldigheid. En dan kan je die ploeg best uit elkaar spelen van Roma. Omdat er goede voetballers inlopen. Een aantal in ieder geval een beetje op leeftijd is. En dan, waar ze niet op leeftijd zijn, niet altijd even snel bereid zijn om gaten dicht te lopen. Balbezit voor Roma, maar het is de hoogte van de eigen 16 meter. En het balbezit is voor Delas. Delas kan hem altijd kwijt aan Lima. Ook een van die twee verdedigers daar centraal achterin. Cassano laat zich wat zakken. Krijgt een duwtje van Bergdolmo, die helemaal is meegelopen. Tot de middenlijn. Het publiek fluit. De overtreding leek mij licht, maar wel degelijk gemaakt. En dus is de vrije trap voor Roma terecht. Waar Totti de bal inmiddels uit die vrije trap alweer heeft. Helemaal aan de linkerkant van het veld. Draait weg met Passane in zijn rug. Kan de bal dan vervolgens kwijt. Krijgt hem met een driehoekje met een hele hoge boog weer terug. Neemt hem aan op de borst. Kop straks op gebied. Draait. En gaat dan liggen. En dan zegt Merk niks aan de hand. Speel maar door. Dat levert de Duitse scheidsrechter dan in ieder geval weer een applausje van het publiek op. Als Pienaar de bal heeft en Trabelsi weer loopt aan de rechterkant. De bal is hoog. De bal is wat moeilijk. Pienaar kon in feite niet veel anders omdat hij de bal in feite met, laat ik het zo formuleren, met een soort stiftje over zijn tegenstander heen moest wippen. Blijkbaar. Nee, ik wou zeggen, blijkbaar heeft die tegenstander de bal geraakt. Ik dacht even dat Ajax mocht gooien. Dat gebeurt niet. Het is gewoon Roma dat de ingooi mag nemen. Cassano die dan vervolgens gaat liggen. Nog 2 meter voor de middenlijn vanuit zijn perspectief gezien. En Merk zegt dat hij een overtreding heeft gezien van deze aanvaller. Capello wint zich op de bank. Zien wij met een schuine oog op de monitor niet eens echt op. En heeft dus blijkbaar iets gezien dat mij ontgaan is. Want ik had toch niet de indruk dat de Italiaan daar een overtreding maakte. Even goed, de vrije trap. Hij klemt de bal tussen 2 benen. Juist, dat is me ontgaan. De vrije trap voor Ajax genomen. Maxwell heeft de bal gaat lopen tussen 2 tegenstanders in. Nou, dit heeft een kind gezien dat Cafu hem als je shirtje trekt. En ook lacht naar de scheidsrechter en het gebaar met het duimpje maakt. Goed gezien, joh, prima. De vrije trap is daar voor Ajax. Hij geeft hem ook nog een tikje tegen de schoenen overigens. En Van der Meijden heeft alweer voor Ajax aan de linkerkant van het veld. En wat gaat hij doen? Gaat naar binnen draaien. Dan zou hij eens kunnen schieten. Er komt een voorzet waar Ibrahimovic bij wil komen. Maar er niet bij komt in eerste instantie. Dan komt er toch nog een verlenging van die Ajax aanval. Maar komt Pienaar te veel aan de rechterkant van het veld uit. Pienaar staat met Zebina voor zich en speelt daar langs. Kans nu met Roy. Jammer, Zlatan komt eigenlijk net voor de bal lopen op het moment dat Van der Meijden wil aannemen. Daardoor laat Van der Meijden zich enigszins in de luren leggen door zijn eigen teamgenoten. Prachtige actie van Pienaar, zegt. Door de stokken van Zebina. Terwijl ik het opvallend vind dat bij de Champions League herhalingen op het grote screen mogen. Want normaal gesproken is men daar ontzettend tegen. Balbezit in ieder geval voor Ajax. Met het doorkoppen van Mido richting Zlatan. Zlatan doet het iets te mooi en te makkelijk. Daardoor is de overname van Roma. Roma dat nu met Emerson er probeert uit te komen. En via Totti de bal geeft naar Cassano. Cassano bij de punt van het 16 meter rechterkant. Raakt de bal voor de zoveelste keer kwijt. Aan Bergdolmo die de bal goed geeft. Maar dan moet Mido voor de man komen. Dat lukt niet. Zit Delas erbij. Is de overname door Cafu. Cafu die probeert dan de bal eroverheen te leggen met Totti. Totti. En die kan de bal er niet onder controle krijgen. Maar het is toch een gevaarlijk moment. Waarin blijkt dat met een paar hele snelle balcontacten Roma van de middenlijn tot aan de 16 meter komt. En Totti in stelling weet te brengen. Totti dus de gevaarlijke man aan de Italiaanse zijde. Voorlopig nog niet echt gevaarlijk geweest.
Alhoewel er straks een moment was, een paar minuten geleden, dat die kans eigenlijk had kunnen zijn. Omdat Passane, die in de dekking op hem staat, hem zomaar na een 1-2'tje verloor, uit het oog verloor. Alleen werd Totti op dat moment niet goed aangespeeld. Stekelenburg met de doeltrap neemt er de tijd voor. We zitten op een kwart van de wedstrijd. Ruim 22 minuten gespeeld als de bal komt bij Zlatan. Het goede nieuws is dat Ajax in dat eerste kwart van de wedstrijd niet echt in de problemen is gekomen. Een hele bemoedigende wedstrijd speelt tot dusver. Dat biedt perspectief. Wat ook opvalt is dat de AS Roma, maar dat wist al omdat ze 11e staan, slechts 11e in de Serie A, toch niet meer de flair, bepaald niet meer de flair heeft die we in de laatste jaren van deze ploeg gewend waren. Het blijft natuurlijk even goed gevaarlijk. Want kwaliteit genoeg met Cassano aan de bal. Even aan zijn shirtje getrokken door de Jong, blijft overeind. Dat geldt voor beide spelers als Cassano dan maar doorloopt. En besluit om de bal voor te zetten. Dan het hoongelach van het publiek kunt u opmaken dat de bal met een grote boog over het doel van Maarten Stekelenburg verdwijnt. Dat gebeurt allemaal na precies 23 minuten. Dus dat de doelman van Ajax de doeltrap weer rustig mag gaan nemen. Ja, echt in de problemen is Ajax niet geweest. Echt geschrokken is Maarten Stekelenburg ook niet. En dus denk ik dat Ronald Koeman langs de kant ook wel redelijk rustig zit te kijken. Stekelenburg trapt uit. Mikt op het hoofd van Ibrahimovic. Die gaat de lucht in. Wint het duel. Dan kan Mido verlengen naar de rechterkant. Daar was Pinar al aan het lopen geslagen. Dan zit de verdediging van AS Roma ertussen. Wordt het langzaam inderdaad toch wat mistiger en mistiger in het stadion. Dan moeten we als de bal aan de overkant is nog echt een beetje gaan turen. Oh, mooi steekballetje op Totti. Die echt de verkeerde kant op loopt. Je kunt ook zeggen, Passane blijft goed kijken naar wat er om hem heen gebeurt. Het was overigens niet Totti, maar Candela. En zorgt ervoor dat de weg voor Candela wordt afgesneden. Daardoor de bal in veilige haven, de bal bij Stekelenburg. Ja, die bal die komt toevallig terecht bij Pinar. Want echt goed geschoten was hij niet. Maar er is er opeens ruimte omdat Trabelsi weer de diepte zoekt met Zebina voor zich. Trabelsi gaat buitenom, maar dat verwacht Zebina nu ook. Die uitstekend uitverdedigt. De bal meegeeft naar Candela. En dan een mogelijkheid voor een countertje komt. Maar een uitstekende tackle van Passane zet Totti van de bal. Geeft veel zelfvertrouwen aan een verdediger. Wits gespeeld aan de bal iets achter Maxwell. En Maxwell wordt opgejaagd door Cafu, maar speelt aan de bal richting Witsche. Er is wat ruimte nu voor Ajax. Ruimte, omdat, ik zei het al eerder, niet iedere speler van Roma altijd even veel verdedigend werk wil doen. En dat bleek bijvoorbeeld ook jaren geleden toen Feyenoord in Rome tegen Lazio speelde. Als je erin slaagt om je eigen man een beetje weg te spelen, dan wordt er niet zoveel meer gedaan door anderen. Maar Cafu is nu gevaarlijk. Cafu met het schot. En het is een typisch Braziliaans schot. Zo'n zwaaier met veel effect geschoten. Dat overigens een meter of anderhalf over het doel van Stekelenburg gaat. Maar die Cafu, die naar mijn idee al sinds 1823 voetbalt, overigens pas 32 jaar is, is nog steeds een zeer bruikbare kracht. En Maxwell, de jonge Braziliaan bij Ajax, zal zo nu dan met bewondering kijken naar zijn grote landgenoot. Nu Stekelenburg met de uittrap. Komt terecht bij het verdedigende blok bij Roma, bij Zebina. Zebina met Candela, de twee Fransen. En dan gaat de bal richting Cassano. Cassano kaatst de bal vervolgens weer terug. Dan komt hij bij Emerson uit in de middencirkel. Emerson draait daar vervolgens nu weer uit. En wat Ajax ziet in de achtervolging, de Jong. Met name de bal komt bij Candela. 5 meter over de middenlijn. Terug naar Emerson. Het gebeurt nu allemaal kort. Ajax jaagt. En zorgt ervoor dat Roma in ieder geval de bal snel moet rondspelen. Of terug. Want anders lukt het niet. Dat laatste dus nu terug. De rust wordt gevonden bij Delas. De Griek die staat op de eigen helft. Speelt de bal dan in de middencirkel vervolgens naar Lima. Lima weer naar Emerson. En dan gaat het aan de linkerkant via Zebina verder. Die staat nu wel halverwege de Ajax helft. Waar het steekballetje buiten Trabelsi om in de voeten komt van Candela. Die draait zich vervolgens weer terug. Komt er een voorzet van Candela die eigenlijk probleemloos, want laag, door Passane wordt uitverdedigd. Dat levert wel omdat Ajax nu met alle mensen op de eigen helft staat weer balverlies op. Omdat die bal ter hoogte van de middenlijn een eenvoudige prooi is voor de Italiaanse verdediging. Nu even een actie van Emerson. Dus eenmaal kwijt. Probeert dan de bal mee te geven aan de tegenstander. Dat lukt niet omdat Ajax ertussen zit. En dan kan Ajax counteren via Witsche en via Mido. Mido wordt te fel opgejaagd. Zo fel dat hij die bal over de zijlijn gaat spelen. Als Maxwell niet een enorme poging doet om hem binnen te houden. Wat hem lukt. Maxwell speelt de bal naar Mido. Mido laat hem even terugvallen. Andere kant had gemoeten. Nigel de Jong kiest de verkeerde kant. Waardoor het kopduel door Panucci weliswaar van der Meijden wordt gewonnen. Maar het balbezit veel meer uiting had kunnen krijgen als de bal naar rechts was gegaan. Inworp van Witsche. Witsche, Maxwell speelt de bal iets over Mido heen. Mido met Zebina. Zebina die heeft dan Mido opzij gezet en is inmiddels bijna bij de middenlijn. Kan de bal geven naar Candela. Candela heeft 1-2 man voor zich. Speelt de bal in de voeten van Emerson, die mij uitstekend bevalt. Een hele geslepen voetballer. Die als je hem zo ziet voetballen, dat je denkt, nou die is een jaar 4-35. Met heel veel routine, maar hij is pas 26 deze jongen. En speelt de bal dan naar de rechterkant van het veld naar Panucci. Panucci enigszins met Van der Meijden voor zich. Daardoor is het balbezit in ieder geval weer voor Ajax. En heeft Ajax de mogelijkheid om misschien nu inderdaad die bal te gaan verleggen van kant. Want daar ligt de mogelijkheid. Nu bij Pinar en Trabelsi. Trabelsi helemaal aan de rechterkant van het veld. 1-2 man bij zich. Probeert binnendoor te gaan. Het lukt. De overstap van Zlatan wordt alleen begrepen door een tegenstander. Lima
En dus heeft Rome weer bal bezit. En moet Ajax oppassen dat er niet te veel mensen voor de bal staan. Maar dan geeft Cassano de bal ook helemaal verkeerd. Waardoor opeens Panucci is uitgespeeld. En Cassano moet verdedigen op Van der Meijden. Van der Meijden weet daar wel raad mee. En trapt de bal dan met een krul 2-3 meter voor het doel langs bij Antonioli. Maar hij denkt, ja, als je maar enigszins in de buurt komt van die keeper, weet je nooit wat hij ermee gaat doen. Het is in ieder geval na 27 minuten nog steeds 1-0 in het voordeel van Ajax. Doelpuntenmaker na 11 minuten Zlatan Ibrahimovic. Tot hij gaat, maar krijgt de bal niet als AS Roma inmiddels alweer met de bal op de helft van Ajax is beland. Cassano krijgt wel, speelt hem in één keer door naar Cafu die hem op zijn rug krijgt. Dat is een klein gelukje voor Ajax. Bergdolmo zit er vervolgens tussen. Dan komt de bal met een hogere krul eigenlijk via Van der Meijden voor de voeten van Ibrahimovic. Die weer een rare schijnbeweging in huis heeft. Nu wel Mido bereikt aan de zijlijn. Mido haalt er het maximale uit in duel met Samuel. Namelijk een ingooi. Staat aan de zijlijn geplakt. Is uit balans. De verdediger van Roma komt langs. Tikt de bal over de zijlijn. De ingooi is er op een meter of 15 over de middenlijn voor Ajax. Aan de linkerkant van het veld met Witsche. 28 minuten gespeeld. 1-0 voorsprong voor Ajax door de goal van Zlatan Ibrahimovic in de 11e minuut. En het balbezit voor Maxwell. Voor de Jong die paast in één keer door. Bal komt met een gelukje terug bij Maxwell. Maar dat gelukje duurt niet lang. Hij is hem weer kwijt ingeleverd. Dellas zat er even tussen. Dan komt er een verre trap naar Cafu. Waar Bergdolmo de lucht in gaat en de bal over de zijlijn kopt. Capello wil blijkbaar wat meer vaart in het spel. Pakt de bal de trainer van AS Roma. Zodat zijn ploeg snel kan ingooien. Ja, ik kan me voorstellen dat Capello dat wil. Niet alleen vanwege die 1-0 achterstand. Maar ook vanwege het feit dat Ajax de combinatie wat minder makkelijk begint te vinden. En het balbezitpercentage langzaam begint op te lopen. In het voordeel van de Italiaanse formatie. Die het nu ook mag ingooien. Cassano heeft de bal in het middenriff gekregen van Cafu. Die dan probeert de bal aan te nemen. Maar wordt opgejaagd door Richard Witsche. Die dat uitstekend beseft. Om te zeggen van kom op jongens, we moeten iets verder erop spelen. Want als je die Italianen de gelegenheid geeft om in het eigen spelletje te komen. Dan speel je ondanks de voorsprong een verloren partij. Goede uitverdediger van Witsche. Ten tweede malen in 1 minuut achter elkaar. Geeft de bal aan Zlatan die de bal schitterend binnenhoudt. Dan Dellas tegen zich vindt die een overtreding maakt. Panucci kan dan als derde met het been weglopen. In dit geval de bal. En dan via Candela komt hij bij Zibina. Zibina met balbezit raakt hem kwijt. En dan heeft Ajax opeens ruimte. Moet Ajax proberen er snel uit te komen. Want er is een gelijktal situatie. Met een bal die gespeeld wordt en binnen wordt gehouden ook. Goede actie. Trabelsi geeft de bal door. Is het Pinar in balbezit. Draait tussen twee man in. Valt dan en geeft dan uiteindelijk de bal binnenkant back. Maar krijgt dan ook de vrije trap mee. Omdat die bal te hard werd gespeeld en over de achterlijn ging. Waardoor Ajax belangrijke vrije trap kan gaan nemen. Omdat de overtreding van Samuel eigenlijk heel ongecontroleerd is. En typisch Argentijns. Zo knalhard op de hak. Omdat hij voelt dat Pinar hem aan het dol is. En dat is hij niet gewend van zo'n jong ventje uit Zuid-Afrika in dit geval. De vrije trap voor Ajax op een lekkere plek. Net buiten het strafschopgebied op de punt. Tweemansmuur van de Italianen bestaat uit de twee aanvallers. De man achter de bal voor Ajax heet Witsche. Het is druk in het strafschopgebied. De voorzet van Witsche komt op het hoofd van de Jong. Nee, kan er net niet bij komen. Passane bij de tweede paal ook niet. Het uitverdedigen is van Roma. En dan moet Ajax dus opletten dat het niet in een counter loopt. Er wordt een, laten we zeggen, professionele overtreding gemaakt op het moment dat de Romeinen eruit dreigen te komen. Die overtreding gebeurt nog halverwege de helft van AS Roma. Zodat Ajax in afwachting van die vrije trap die AS Roma mag nemen nu al een tijd heeft om zich te hergroeperen en reorganiseren. Terug op de eigen helft. En daarmee kan het spel dat we toch zo die laatste 10, 15 minuten wel zien weer opnieuw beginnen. Namelijk Ajax dat het in feite rustig afwacht. En weet dat het voorlopig ongeschonden uit die strijd komt. En AS Roma dat zoekt naar de gaatjes. Maar die voorlopig, zei het met een paar gevaarlijk ogende momenten, er ook nog niet echt gevonden heeft. Het rondspelen van de bal van AS Roma gebeurt nu onder een fluitconcert van Ajax. Ik zou zeggen, als je publiek bent van Ajax, dan vind je dit allemaal best met die 1-0 voorsprong. Het leuke is dat je Ajax heel vaak hoort klagen over het feit dat de tegenstanders zijn die een soort handbalverdediging rond eigen 16 meter opstellen. Maar Ajax doet tegen Roma niks anders. En is ook helemaal geen probleem. Alleen je moet er, vind ik, dan aan de andere kant ook niet over zeuren. Ajax dat gewoon heel geconcentreerd staat te verdedigen. En daardoor de Italianen in problemen brengt. Want dan ga je rondbreien. En dan is het heel moeilijk om een gaatje te forceren. En ga je als aanvaller ook risico verleggen. Kan je zo nu dan proberen, zoals in dit geval Emerson, een schot te geven uit de tweede lijn. Dat komt dan op een muur van verdedigers. En dan is het Trabelsi die uitermate stom op de rand van de 16 opeens zijn hand tegen de bal aanlegt. Omdat hij voelt dat hij hem langzaam gaat. En dan komt Trabelsi niet eens slecht meer weg. Want die slaat gewoon als een kind naar de bal.
Ja, het is ongelooflijk. Maar in ieder geval een gele kaart dus voor Trabelsi. Maar wat veel vervelender is, is dat er een vrije trap voor de Italianen komt. Op ongeveer 16,5 meter van het doel van Stekelenburg. Ongeveer een metertje of 8 zal het zijn van de midden of van de penaltystip af aan de linkerzijde. En dus voor een rechtsbener een ideale situatie. En dat zijn van die momenten waar de Italianen ook gretig op wachten. Terwijl Ajax nu al gaat wisselen en Trabelsi eruit gaat. Opmerkelijk. Die was al geblesseerd. Die was niet 100% fit. Dat wisten we. Erin komt Aboubakari Yakubu. En daarvan is nog niet officieel bekend. Maar toch dat hij naar alle waarschijnlijkheid binnenkort naar FC Groningen gaat verhuizen. Omdat Koeman zodra iedereen weer fit is aan Ron Jans heeft meegedeeld. Die mag jij zo lang hebben zodat hij daar zijn minuten kan opdoen. Nu gaat hij meedoen. Yakubu in het restant van deze wedstrijd tegen Roma met die vrije trap. Voor de Italianen op een gevaarlijke positie bij de 1-0 voorsprong van Ajax. Kandela en Totti achter de bal. Merk telt passen. En telt er volgens mij gezien de afstand 14. Want dit lijkt mij ruim dat bemeten. Hij zet het nu op 5 meter neer. En het is 16 meter. Dus dat kan helemaal niet. Het scheelt. Hij zet de muur nu op 11 meter. Ja, precies. Totti achter de bal. En die heeft dus een mazzeltje. Maar profiteert daar niet van. Want de opluchting golft van de tribune als blijkt dat tot hij de ballenmeter of wat buiten de doelpalen mikt. Want de muur stond inderdaad wat ver. Goed, niet meer klagen. De bal is over. Stekelenburg mag de doeltrap gaan nemen. We zitten in de 34e minuut van de wedstrijd. Ajax staat 1-0 voor. En Stekelenburg heeft de bal inmiddels klaargelegd. Het zijn ook weer de nodige seconden die hij met het nemen van die doeltrappen pakt. Dat zal hem ongetwijfeld gaandeweg deze wedstrijd, als het 1-0 zal blijven, nog wel op een standje van de scheidsrechter komen te staan. Deze uittrap is slecht. Komt in de middenlijn, ter hoogte van de middenlijn, in de voeten van Cafu. Cafu krijgt de bal bij Emerson. Dan gaat Witsch in de achtervolging. Draait Emerson daar eigenlijk handig van weg. Verdedigt van de Meijden mee terug. Komt er een steekbal naar Totti. Komt eigenlijk achter Totti. En het levert dan de Jong de gelegenheid op om de bal eigenlijk in de draai weg te schieten de tribune in. Of liever tegen de reclameborden aan. Maar in ieder geval het veld uit. Ajax dus blijft op de eigen helft. Roma mag gaan ingooien. De druk levert weinig echte kansen op. Maar de ervaring leert toch ook, Jack, dat als je dit maar lang genoeg blijft spelen, komen de kansen toch ook op een gegeven moment vanzelf wel. Dus af en toe wat gevaarlijker eruit komen zou een welkome afwisseling zijn. Het aardige is natuurlijk wel bij Ajax dat zodra de Italianen gaan komen, dat Ajax misschien met een combinatie er goed uitkomt. Maar de combinatie tussen Maxwell en Van der Meijden is van een dusdanige grote knulligheid dat de Fransen kunnen overnemen. Dat Maxwell snel terug moet. En dat het aan de linkerkant van het veld opeens enorme ruimte is bij Cassano. Cassano geeft die bal voor, maar speelt de bal dan zomaar in de voeten van Passane. Ajax dat op dit moment in deze fase, eigenlijk de laatste 10 minuten, begint weggespeeld te worden door Roma. Dat nog steeds tegen die 1-0 achterstand aankijkt. Maar geen moment het idee geeft dat men een ongelijke strijd aan het spelen is. Integendeel, het geeft steeds meer aan dat Roma dat nu de tweede corner mag nemen. Omdat die bal via een Ajax-verdediger over de achterlijn gaat. Dat Roma op zoek is naar die gelijkmaker met heel veel overtuiging. Bal van de linkerkant, de corner. Corner komt, Stekelenburg komt ook, zit helemaal mis. En dan kan Ibrahimovic de bal, omdat de Italianen er ook geen beetje tegenaan krijgen, het strafschopgebied weer uitwerken. Stekelenburg gaat volkomen langs die bal heen. En als je dan een beetje pech hebt, dan sta je gewoon met 1-0 achter. Cassano krijgt, omdat die bal toch voldoende van richting veranderd wordt onderweg, de voeten er niet tegen. Maar de Italianen komen alweer. Totti komt, Cassano krijgt een duw in zijn rug en deelt dan blijkbaar ook iets op. Want Bergdolmo krijgt de vrije trap van scheidsrechter Merk. En die gaat Witsch nu nemen en doet dat naar de rechterkant, waar de Jong in feite de vervanger is geworden van Trabelsi. En Yakubu, de officiële vervanger van Trabelsi, is in het centrum, zeg maar, op de plaats van de Jong gaan spelen. Mido heeft de bal. Mido kijkt en ziet aan de linkerkant wat ruimte liggen bij Ajax, bij Witsch. Witsch die moet hardlopen nu wel binnen te houden. De zuiverheid in de combinaties is wat weg. Yakubu met Witsch probeert nu wat meer rust in het spel te brengen. Witsch speelt de bal uitstekend Maxwell. En die doet het dan weer slordig. Is erg slordig in zijn balcontacten. Kan nu revanche nemen door die bal goed door te kopen. Doet hij ook. En dan is het Pinaar met aan de rechterkant wat ruimte. Speelt de bal tegen het lichaam van Candela. Gaat op jacht om de bal weer te heroveren. Maakt een overtredingtje, maar het spel mag verder gaan. Omdat Emerson de bal houdt. En dan proberen de Fransen er weer uit te komen. Via Cassano speelt de bal over Pinaar heen. Die knalhard werkt. Via Emerson en Totti was de bal even bij Roma. Maar het verdedigen van Ajax, met name in het hart van de verdediging, is tot nu toe zeer consequent en scherp.
En Berk Dolman en Passane geven niets weg. En dan haal je toch wel een grote angel weg in de persoon van met name Totti. Balbezit nu voor de Italianen, omdat Ajax niet goed uitverdedigt. Bal wordt zomaar naar voren geknald. Is het duel tussen Berk Dolmo en Totti. Maakt Totti een overtreding. En kan ik tot nu toe niets anders zeggen dan dat scheidsrechter Merk een uitstekende correcte wedstrijd fluit. Alles tot nu toe goed heeft gezien. En nu ook heeft besloten om niet langer Totti voor alles wat hij doet in bescherming te nemen. Gewoon te fluiten daar waar nodig. Met nog 7, of wat zeg ik, 8 officiële speelminuten in deze eerste helft. Die minieme voorsprong van Ajax. Maar na het goede begin van Ajax is de ploeg een beetje op zoek naar zichzelf. Niet zo gek vanwege het aantal mensen dat ontbreekt. Maar het is wel jammer omdat Roma daardoor in de wedstrijd komt. Vrije trap van Berk Dolmo gaat ver op de helft van de tegenstander. Ibrahimovic kop van de rechterkant naar het centrum. Daar staat Mido, die wacht lang. 2 tegenstanders in de buurt, komt er dan toch nog heel aardig uit. Komt de derde tegenstander tegen en krijgt dan de vrije trap. En dat lijkt me ook een terechte beslissing van de scheidsrechter. Want de derde tegenstander ging daar het duel met Mido aan. Op een manier die niet kon. Vrije trap Ajax. Halverwege de helft van de tegenstander. Dat geeft Ajax in ieder geval de, laten we zeggen, de lucht om even van de eigen helft af te zijn. Vrije trap genomen aan de rechterkant van het veld. De Jong. 1 schijnbeweging. 2 tegenstanders. Bal kwijt. Probeert het met de sliding te herstellen. Maar dat lukt eigenlijk maar half. De Italianen komen eruit via Emerson. Aan de linkerkant van het veld probeert hij de bal kwijt te raken. Durft dat uiteindelijk niet. Draait dan vervolgens met Pienaar in de achtervolging terug. En dan gaat de bal zelfs helemaal terug op het moment dat de Ajaxiden daar toch blijven storen in die hoek. Er ligt de ruimte dus logischerwijs aan de andere kant. Die logische, of die wordt nu ook gevonden, die ruimte bij de aanvoerder die de bal vervolgens bij Cassano krijgt. Halverwege de helft van Ajax. Goede ingreep van Yakubu zorgt ervoor dat Ajax weer een balbezit is. Een veldduel nou met Mido op het middenveld. Mido springt er als winnaar uit en dan kan Ajax gaan counteren met Van der Meijden aan de rechterkant van het veld. Ibrahimovic wil en in het centrum duikt Pienaar op. Daar komt de bal een beetje te hard. Hij kan hem niet helemaal goed meenemen, want dan kan hij alleen op de doelman af. Nu komt hij uit aan de rechterkant van het veld en moet de bal even terug naar de Jong die er maar een voorzet geeft. Wie kan erbij? Daar kan Mido bij, maar die kopt de bal volgens mij met de zijkant van zijn hoofd. Vastgehouden. En voorlangs. Dus het is gewoon een 100% penalty hoor. En dat ziet scheidsrechter Merk in ieder geval niet, maar Ronald Koeman wel. Ja, kijk maar op de beelden. Want die is 100% woest. Penalty. Want die is woest, Ronald Koeman. De wedstrijd gaat intussen gewoon door met het balbezit nu voor de Italianen via Lima. En wij zitten te wachten op de herhaling die nog niet komt op de monitor. Het Ajax heeft de bal vervolgens alweer heroverd. En kan via de rechterkant, via de Jong alweer de bal voorzetten. Het wegwerken ditmaal van AS Roma. Nu de herhaling, SVP. Ja, het bal gaat nog even, blijft nog even in het spel. Dus Martin Lindenberg, de regisseur, zal hem nog niet geven. Dat zal direct wel komen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een 100% penalty is. Omdat Mido gewoon bleef hangen in de lucht. En moest, die moet vastgehouden zijn. Nu een vrije trap voor Ajax. Omdat Ibrahimovic de tik krijgt. En de gele kaart is voor Samuel. De eerste gele kaart aan de zijde van Roma. Terwijl Trabelsi ook heeft gehad. Zlatan blijft even liggen. Kijken we hier nog een keer naar die ongelooflijk gemene overtreding overigens. Ik zei het al eerder, dat deed hij al eerder ook een keer. Het zijn van die Argentijnse overtredingen, heel naar. Hier kijken we denk ik naar de herhaling met de actie. Ja, hij wordt aan het shirt vastgehouden. En ja, het is misschien zwaar, maar hij kan daardoor niet de duik maken die hij wil maken. Het is de overtreding van Panucci die ook naar de scheidsrechter kijkt. En op dat moment dat een speler zo kijkt, dan weet je al dat hij iets fout heeft gedaan. Maar in ieder geval is de vrije trap voor Ajax 1-0 voorsprong. Was dus net geen penalty, althans werd niet gegeven. Nu dan misschien de revanche. De vrije trap van Witsch is te hoog. Ja, is te hoog. En daardoor is de druk weer eventjes van het doel van Antonioli. Maar is in die laatste fase, de laatste 3-4 minuten, Ajax opeens weer wat losgebrand. En heeft men hetzelfde elan als in de openingsfase. En dat is gewoon de beste manier om de Italianen van je af te spelen. Met bluff, zonder ontzag, gewoon gaan. Terwijl Totti nu een overtreding maakt. En Witsch daarvan de dupe wordt. Vrije trap Ajax. Dat geeft inderdaad de burger zo die laatste paar minuten weer wat moed. En ook nu is de bal dus vrij snel weer voor Ajax. Dat is ook een prettige gedachte. Stekelenburg gaat die vrije trap nemen naar die overtreding van zo even. Dat doet hij een meter of 10 buiten zijn strafschopgebied. En dirigeert zijn spelers toch richting de helft van de tegenstander. Waar dus de lange trap komt. En weer wordt er gemikt op Ibrahimovic. De man bij hem heet Sabina. Ibrahimovic, ja, precies. Dat is dus weer een overtreding die Ajax meekrijgt. Een vrije trap, weer op een fijn punt. Namelijk een meter of 10 buiten de punt van het strafschopgebied. Een beetje aan de linkerkant. Witsch meldt zich daar maar weer voor die vrije trap. Daar staat ook Pienaar nu bij. Witsch neemt hem snel, schiet hem dan tegen de tegenstander op. Ja, Totti die staat logischerwijs te dichtbij, steekt zijn been uit. Dat zijn momenten waar vervelende scheidsrechters ook nog wel eens een gele kaart voor geven. Ik vind het goed, de speler die de bal zo snel neemt blokt dat ook een beetje uit. De Merk zegt gewoon opnieuw nemen, niet zeuren. Witsch dus opnieuw achter de bal. Bal komt voor, wordt er gekopt door de Jong. En dat doet hij een beetje terwijl hij al naar achteren loopt en ook nog half om zijn as draait. Kan de bal dus bijna onmogelijk de juiste richting meegeven.
Bal gaat vervolgens een meter of 3-4 over. Het uitverdedigen, of liever de doeltrap en daarmee het uitverdedigen voor AS Roma is weer begonnen in de 42e speelminuut. De enige goal tot dusver in de 11e minuut van de wedstrijd gemaakt is van Zlatan Ibrahimovic. Dat betekent dat de tussenstand nog altijd in het prettige Amsterdamse voordeel is. En Ajax stoort goed en haalt zomaar de bal van de voeten van de tegenstander. En dan heeft Ajax misschien wat ruimte. Gaat de bal naar Zlatan Ibrahimovic met Samuel bij zich. Samuel heeft al geel, dus je zou hem een keer kunnen uitspelen. Wordt niet gedaan. Bal dan bij Mido. Mido speelt de bal in het hart van de aanval waar zomaar Nigel de Jong is opgedoken. Nigel de Jong gaat bij de achterlijn ongetwijfeld de corner eruit proberen te peuren. Lukt hem dat? Nou, hij speelt hem zelfs nog heel aardig naar Mido. Die geeft hem met de buitenkant. En oh! Is het net het balletje wat wegdraait waardoor niet bijgekomen kan worden door Andy van der Meijden. Mooie bal, door Richard Witsch is het. Ik had niet verwacht dat hij nog zo hard kan lopen. Pienaar dan. Ajax staat nu vol in de tempo gaat. Met nu een gele kaart voor Totti naar de overtreding op Pienaar. En dan zie je dat als je de Italianen gaat aanpakken. En gewoon vanuit eigen kwaliteit gaat voetballen. De boel gaat opjagen. Ze kwetst in hun trots. Dat je dan grote kansen hebt om een ploeg weg te zetten. En dat is iets wat een aantal volleybalcoaches mij in het verleden ook hebben gezegd. Daardoor kon Nederland op een gegeven moment van Italië winnen op volleybalgebied. Geen ontzag, ze uitdagen, ze aanpakken, er zelf ook goed uitzien en dan een lange neus trekken. Ajax doet dat in de laatste fase van deze eerste helft. De laatste fase die weer zeer prettig is om naar te kijken. Ook het publiek roert zich weer wat meer. Dat zijn de logische gevolgen van het betere spel op het veld. En Bergdolmo achter de vrije trap in de middencirkel, net over de middenlijn. Bal wordt naar voren gestoken, Mido wil. Maar Mido duwt zijn tegenstander zo ver naar achteren dat Merk hem terugfluit. En de vrije trap aan de Italianen geeft. 2 minuten officieel nog tot de pauze. De Italianen zullen nu wel weer gaan zoeken. En zoeken via de linkerkant, via Lima. De bal gaat terug omdat Ajax jaagt. Pienaar jaagt zelfs door, zodat de bal helemaal terug moet naar Zebina. Die heeft dan wel wat ruimte, wel wat tijd. Dan kan de bal kwijt bij Dellas. Dellas halverwege zijn eigen helft. Rustig in de breedte. Ajax laat zich nu wel terugzakken. 2 mensen nog, alleen de 2 spitsen op de helft van de tegenstander. Als Cafu een 1-2'tje probeert aan te gaan met Cassano. De bal terugkrijgt en Totti bijna kan koppen. Maar de bal wordt weggekopt uit het Ajax strafschopgebied door Passane. Maxwell verderop van Cafu een tikje krijgt. En daarmee heeft Ajax de bal. Daarmee heeft Ajax in de slotminuut van deze wedstrijd, die bijna is aangebroken, de bal. En zou ik zeggen, als ik Ajax was, laat je het nou vooral rustig uitspelen deze eerste helft. Witsch, moeilijke controle, maar uiteindelijk prachtig met een boogje de bal over het tegenstander heen. Tot bij Maxwell. Ja, en dan lag prachtige ruimte omdat Pienaar helemaal breed ging. Aan de rechterkant wat mogelijkheden voor zichzelf zag. Maar dat werd niet gezien door Maxwell. En Koeman zegt terug. Want we spelen officieel nog 1 minuut. Zal er misschien een extra minuutje bij komen. Maar dan koestert hij inderdaad die 1-0 voorsprong. En kan hij orde op zaken brengen bij een aantal zaken die niet 100% gingen. Maar hij zal ook zien dat als Ajax gewoon een tandje bijzet. En een feller met name in de aanval gaat jagen op de stugge verdediging. Dat je ze dan onmiddellijk krenkt. En dat vinden de Italianen dus niet leuk. Zoals ook nu. Panucci aangepakt van de Meijden. Balbezit voor Ajax. Van de Meijden met 1 extra speelminuut die ik aankondigde. Heeft de bal gegeven naar Pienaar. Pienaar die hem nog net kan beroeren. Maar dan Nigel de Jong niet in stelling kan brengen aan de rechterkant van het veld. Zebina die tergt dan even door heel langzaam die bal te spelen. En via een driehoekje met Samuel en Lima heeft het balbezit dan weer enigszins gestalte gekregen. Gaat die bal richting Antonioli die even wordt uitgefloten. Maar ik zou hem hier niet uitfluiten. Ik zou een standbeeld voor hem oprichten na die fout. Waardoor Ajax kon scoren in de 11e minuut. Is het balbezit weer voor Antonioli. Antonioli tikt de bal dan mee. Gaan we de blessuretijd in op het moment dat Samuel, de centrale verdediger, het balbezit heeft. Een beetje opgejaagd door Mido. Er komt een paas die slecht is. Daar zit Ajax tussen via de Jong. Dan is er plotseling wat ruimte als je snel uitpeelt. Hij gaat zelf, Ibrahimovic, hij gaat zelf. Hij schiet dan de bal niet onder de doelman door, wat hij wel van plan was. En daarmee herstelt Antonioli, zei het, een heel klein beetje zijn fout van de 11e minuut. Want dit had voor hetzelfde geld 2-0 voor Ajax kunnen zijn. Nu Panucci weg. En de overtreding van de Meijden die hem van achteren aantikt. Geel zou dat inderdaad geweest kunnen zijn. Maar Merk besluit om die kaart niet te geven. En laat het voorlopig op 3. Panucci lijkt nog even aan de arbiter te willen mededelen. Dat hij dit overtreding van de Meijden wel rijp vond voor geel. En eigenlijk heeft de Italiaanse verdediger nog wel een klein beetje gelijk ook. Maar wat een kans in die slotminuut. En de extra tijd van de eerste helft voor Ibrahimovic. Na een goede actie waarin hij zelf doorgaat naar de linkerkant. En Mido het gat trekt aan de andere kant. Waar hij de bal onder de doelman door wilde tikken, maar dat net niet lukte. Nu de vrije trap, kan de laagde de bal in het strafgebied van Ajax. Laag, probleemloos weggewerkt via het hoofd van Richard Witsche.
Overname Lima. De buitenspelval gaat niet goed open. Bal aan de linkerkant van het veld. Mogelijkheid nog steeds voor Roma. Komt die bal voor. Wordt weggewerkt. En nog een keer moet die weggewerkt worden. Maar ten nauwe nood. Bal nog niet uit de 16. Nu via Maxwell uit de 16. En bijna uit het stadion. En dan zegt de scheidsrechter. Het is tijd voor cappuccino, espresso, thee, gevulde koeken. En alles wat maar lekker is. In ieder geval staat het 1-0 bij de rust. Doelpuntenmaker Zlatan Ibrahimovic. In ieder geval interessante eerste helft tussen Ajax en AS Roma. 1-0 de voorsprong voor Ajax. Terwijl de ploeg uit Amsterdam alweer een minuutje of anderhalf, twee op het veld staat. En de grensrechters en scheidsrechter nu pas komen. En in de slipstream, om maar een prachtige Nederlandse term te gebruiken, daarvan het elftal van AS Roma bij Ajax. Dat overigens, zal ik zeggen, voor de mensen die de radio nu pas aanzetten, op die 1-0 voorsprong is gekomen door een doelpunt van Ibrahimovic in de 11e minuut. Na een fantastische blunder van de Italiaanse doelman Antonioli. Dat is zonder wijzigingen uit de kleedkamer gekomen. En nou kijk ik op het moment dat AS Roma op het veld komt even snel. En zie ik daar op het eerste gezicht ook geen wijzigingen. Overigens bij Ajax is er wel één keer gewisseld. Maar dat gebeurde al halverwege de eerste helft. Toen Trabelsi naar de kant ging en Yakubu zijn vervangen was. We zien wel een warmloper bij Ajax. Hij heet Jari Liedmanen. Die gaan we dus gegarandeerd nog zien in de tweede helft. Die zal gaan beginnen met een aftrap voor AS Roma. Want de heren Cassano en Totti hebben zich reeds gemeld in de middenstip. Het wachten is volgens mij alleen nu nog op een bal. Want die hebben we niet. Die heeft de scheidsrechter bij zich. Die blijkt een fantastische trap in de benen te hebben. Want die paast de bal over zeker 10 meter strak in de voeten van Cassano. Twee ploegen die Europees nog nooit tegen elkaar hebben gespeeld. Opmerkelijk, terwijl ze bij elkaar 400 Europese wedstrijden op hun kont hebben. Nooit tegen elkaar gespeeld en andere gegevens. Tot nu toe scoorde AS Roma in de 19 Champions League wedstrijden in de geschiedenis van de ploeg slechts in 2 wedstrijden 2 goals of meer. En dat geeft dus enige houvast voor Ajax wellicht. Omdat de ploeg dus niet bekend staat om rijke scoringsdrift. Dus kan Ajax misschien nu op jacht naar 2-0. En dan eigenlijk een deksel op de wedstrijd gooien. Met het balbezit Nigel de Jong. Nigel de Jong, Mido. Mido, Nigel de Jong. Nigel de Jong slaat dan. Moeilijk, niet nodig zo'n hakballetje. Hou die bal gewoon wat langer in bezit. Dat zal zo nu en dan de ergernis zijn van Ronald Koeman. Bij die jonge spitsen Zlatan en Mido. Ze kunnen allebei best aardig voetballen en ontwikkelen zich behoorlijk door. Maar ze moeten wat meer momenten kiezen van rust en zorgen dat de ploeg dan kan aansluiten. Wellicht dat daarom straks ook Jari Liedmanen voor een van de twee in de ploeg zal komen. Balbezit in ieder geval voor Roma. Roma via Cassano. Een uitstekende verdedigende actie is er van Yakubu. Die ziet dan dat er een slechte bal is van de meiden. En dan neemt Roma over, moet Ajax oppassen. Maar is er weer een uitstekende actie van Yakubu voor nodig om Ajax in balbezit te brengen. En speelt van de meiden weer een slechte bal. Maar Zebina verkijkt het erop. Mido dan met een felle tackle om Zebina heen. Mido met een haarband spelend inmiddels. Ja, misschien dat ik enige jaloezie laat doorklinken. Ja, ik weet het niet. Maar Mido in ieder geval met balbezit. Speelt de bal tegen de rug van Emerson, de bal dan voor Zebina. Zebina speelt hem naar Candela. En Candela heeft balbezit halverwege de eigen helft. En die krijgt de bal bij Totti. Draait weg van Passane, die hem een klein tikje geeft. Het levert Roma een vrije trap op. Als Witsche de bal heeft, die nog maar een keer met de hoge bogen weggooit. Zodat de vrije trap van Roma in ieder geval een fractie van een seconde op zich laat wachten. Totti gaat liggen op het moment dat hij een tik krijgt van Pinar. Dat gebeurt wel, maar hij komt eigenlijk goed weg. De Italiaan ter hoogte van de middenlijn, dat hij daar de vrije trap krijgt. Want de controle die hij over de bal wilde hebben, had hij in eerste instantie niet. Dreigde hem even te verliezen. Hij was denk ik maar al te blij dat hij een klein tikje voelde. Is inmiddels uiteraard weer overeind gekrabbeld deze meneer in de tweede minuut van de tweede helft. Die voorsprong van 1-0 voor Ajax. Als het balbezit voor Candelaars, die kan er bij Sabina kwijt. Dat betekent dat het teruggaat. Het gebeurt nu op de eigen helft van Roma. Statisch. Allemaal rustig tempo. En dat vindt Ajax natuurlijk prima. De opening wordt dan vervolgens niet aan de linkerkant, maar aan de rechterkant gezocht. Waar Cafu nu over de middenlijn de bal heeft. En weer op de eigen helft terugspeelt. En zolang het daar gebeurt, dat hebben we ook in de fase. Zeker nu er ook nog slechte passes worden gegeven van de Italiaanse kant. En de bal zomaar over de zijlijn wordt gespeeld, vindt Ajax dat prima. We hebben natuurlijk wel fases gezien in de eerste helft. Een behoorlijke fase zelfs waarin Roma de bal wel rondspeelde. Maar toch eigenlijk de opening in de Ajax-defensie eigenlijk niet zag. Witsche nu op avontuur. Probeert het zichzelf denk ik te moeilijk te maken. Maakt het zichzelf te moeilijk. Het levert uiteindelijk balverlies op en balbezit voor de Italianen aan de linkerkant van het veld. Volgens mij ook, maar er staan nu allerlei mensen voor mijn neus met velletjes om te laten zien wie het meeste balbezit heeft gehad, geloof ik, in de eerste helft. Man gaat nu zitten. Begrijpt aan mijn dreigende blik dat het verstandig was. En dan is het balbezit bij Candela. Candela een metertje of 20 van de achterlijn aan de linkerkant van het veld heeft ingegooid. Emerson draait met de bal. Kan hij aan de bal blijven? Ja, sterk. Een hele sterke man.
speelt de bal dan door naar Totti. Totti die in de korte ruimte de bal kwijtraakt. En met een mooi hakje is het de beste man aan Ajax, zei de Pienaar. Die het bal bezit even gaf naar Yakubu. Mido probeert er dan wat mee te doen. Gaat een overtreding? Nee, geen overtreding ten aanzien van Candela maken. Bal wel over de zijlijn gespeeld door Mido, die dus terug moet verdedigen. Bal dan gegooid richting Totti. Totti raakt de bal kwijt aan Yakubu. Die tot nu toe heel aardige dingen doet in het begin van de tweede helft. Lima raakt de bal kwijt. Slaat dan probeert erbij te komen. Zebina die, is er dan bij. En dan is het gevaarlijk. Komt Dellas oplopen. De Griek. En die schiet de bal in de handen van een van de Griekse helden. Aan de Amsterdamse zijde. Zo'n Ajax ziet, u weet het wel, zo'n held. Maarten Stekenenburg. Het eerste schot op doel van AS Roma. Dat in de eerste helft wel vier keer mikte. Maar naast mikte. Dit is de eerste keer dat Stekenenburg echt iets moest doen. En dat is bemoedigend in de 49e speelminuut van de wedstrijd. Zijn ploeg heeft dus de bal alweer. Goed overzicht. Mido verlengt de bal van het centrum naar de linkerkant. Maxwell, een van de minder gelukkige Ajaxiden naar mijn smaak in de eerste helft. Staat nu halverwege de helft van Roma. Ziet daar de uitweg niet. In voorwaarts richting speelt terug. Bergdolmo, paas diep. Pienaar Maxwell is doorgelopen. Komt niet bij de bal. Er wordt koppend uitverdedigd door Roma. Er is een koppend 1-2'tje op het middenveld. Waar Cassano de bal uiteindelijk bij Cafu krijgt. Maar een beetje achter de man speelt. Achter de Braziliaan. Die kan hem niet binnenhouden. Bal rolt over de zijlijn. En zo krijgt Ajax de bal gewoon weer terug. En mag daar de ingooi gaan plaatsvinden met Maxwell. Die Ibrahimovic bereikt de aardige controle. En dan vervolgens de controle in tweede instantie kwijt is. En de bal naar voren speelt in de voeten van de tegenstander. Koppend uitverdedigen van Bergdolmo brengt de bal dan al vrij snel weer in Ajax bezit. Een overtreding die gemaakt wordt op het middenveld van Emerson. Tot bij Witsche brengt de vrije trap in Amsterdamse bezit. Dan wordt Van der Meijden weggestuurd aan de linkerkant. Dan wordt die bal onderschept door het hoofd van Panucci. En het balbezit daarmee weer voor AS Roma. Als ik zou gaan wisselen bij Ajax en Liedmanen in het veld gaan brengen. Alhoewel Koeman dat nu even laat zitten en hem weer even wegstuurt. Bij het balbezit van Cafu ter hoogte van de cornervlag. Dan zou ik Van der Meijden eruit halen. En zou ik Mido en Slatan laten staan. Ik ben benieuwd wat Koeman straks gaat doen. Bal ter hoogte van een metertje of drie van de achterlijn aan de rechterkant van het veld. Wordt ingegooid door Panucci. Terwijl er nu een fluitconcert zijn omdat de Roma supporters het laten horen. Waarom moet je dan fluiten? Laat de mensen lekker roepen. Is er een kansje, niet meer dan dat, van Candela. Die de bal vanuit de draai in het zijnet schiet. En Ajax dat verder van het eigen doel af moet verdedigen. Omdat men nou eenmaal in de 16, rond de 16, met een korte combinatie gevaarlijk is. Dat tot nu toe nog niet echt veel spelers heeft laten zien die op snelheid Ajax zouden kunnen verrassen in verdedigend opzicht. Stekelenburg neemt alle tijd voor het nemen van de doeltrap. Trapt de bal nu op de helft van Roma. Waar het kopduel wordt aangegaan door Dellas en door Slatan die het kopduel wint. Dan is het toch Roma dat kan overnemen. Totti raakt de bal kwijt. Tjongejonge, wat een zeikert eerste klas. Steeds met het ageren, steeds met de beweging. Yakubu begint er ook maar om te lachen. Maar scheidsrechter Merk, zodra hij het alleen daar bestraft, is niet erg. Maar zodra het dichter bij de 16 komt, moet Ajax oppassen. Overtreding Candela, vrije trap voor Ajax. Overtreding gemaakt op Bergdolmo, die weer goed voor zijn man komt. En de vrije trap nu genomen wordt door Passane. Dat gebeurt 10 meter voor de middenlijn. De bal gaat naar Mido, laag. Dat komt zwaar aan over zo'n lange afstand. Dat kan dus ook allemaal. Als Mido wat aan de linkerkant uitkomt, de bal dan naar Van der Meijden meegeeft. Die dreigt naar binnen, heeft snelheid. Maar speelt dan de bal vervolgens in het gebied waar één Ajaxiet staat. Ibrahimovic en 3-4 spelers van Roma. Dat levert bijna automatisch balverlies op. Wat goede nieuws voor de Amsterdammers is dat ze dat vervolgens vrij snel weer terug hebben. Goede actie Mido, eenmaal kwijt. Die dolt hij echt. Dat is Dellas. Maar het levert niet meteen een gevaarlijke actie op. Wel houdt Ajax balbezit via Maxwell die nu eens gaat lopen. Maxwell die eens zou kunnen schieten. Meegeeft aan Ibrahimovic. Staat buiten spel. Maar de wedstrijd gaat door omdat AS Roma de bal heeft. En zowaar kan gaan counteren met Totti die de paas verstuurt naar Cafu. Maar weer loopt het spaak. Weer is de bal niet scherp. Of misschien wel te scherp. Want gaat over de zijlijn. En weer kan Ajax daar vrij eenvoudig A uit de problemen blijven. En B weer het balbezit koesteren. 52e minuut van de wedstrijd. En je moet nooit te snel conclusies trekken. Maar het ziet er ook in die beginminuten van de tweede helft toch op zijn zacht gezegd hoopgevend uit, Jack. Ja, alhoewel Totti nu de bal heeft en hem verkeerd geeft richting Nigel de Jong. Die de bal niet onder controle kan krijgen. Waardoor Cassano en Lima vechten om de bal. En uiteindelijk Lima in balbezit kan blijven. Een beetje opgejaagd door Pienaar. Goed verdedigd door Nigel de Jong. Overtreding tegen Cassano, dacht ik. Scheidsrechter oordeelt anders. Nigel de Jong kan nu uitverdedigen. Doet dat bekwaam via Mido's hoofd. Bal even over de voeten heen van Witsche. En dan een goede bal van Yakubu. Nee, die is te kort. Overname dan door Lima. Lima naar Samuel. En Samuel speelt de bal in het hart van zijn eigen verdediging. Halverwege de eigen helft naar Dellas. En die Griek, opmerkelijk toch een Griekse grote verdediger achterin bij Roma. Speelt de bal weer naar Samuel. Samuel naar Zebina. En Zebina die heeft Zlatan voor zich. Dus ja, dan is het een beetje rondbreien voor volwassenen. Met nu wat opjagen van Ajax-zijde. En dan gaat de ploeg weer terug van Roma. Is natuurlijk geen moedige ploeg. Capello staat er ook niet echt onbekend.
is een echte Italiaanse coach die eerst gaat voor het houden van de nul en dan voor het zoeken van de openingstreffer. Maar in dit geval moet die ploeg toch iets meer brengen dan dit schotje van Candela van 20 meter. Omdat die formatie van Capello gewoon met 1-0 achter staat. En er daadwerkelijk wat meer daadkracht moet komen. En straks als Nietmanen in het veld gaat komen, die gaat nu zijn trainingspak uittrekken, zal Ajax moeten gaan profiteren van het feit dat Roma toch in een bepaalde fase van deze wedstrijd naar een gelijkspel moet gaan zoeken en een ruimte gaat creëren. Stekelenburg neemt de doeltrap na die mislukte doelpoging van Fransman Candela. Hij neemt daar weer tijd voor. We zagen net al Italianen die de bal vrij snel nadat de bal over de achterlijn was gaan klaarleggen voor Stekelenburg. Ik voorspel u nu vast dat hij daar woorden over gaat krijgen met de scheidsrechter. Als de bal op het middenveld op het hoofd komt van Witsche, die de bal naar de linkerkant verlengt naar Van der Meijden. Die heeft veel tijd nodig voor de controle. Doet het uiteindelijk net op tijd, want op de zijlijn. En speelt dan de bal naar Jakubu. Tot die komt storen daar. Dan gaat de bal met een driehoekje via Pinaar naar Passane. En Passane zoekt. Kan de bal dichtbij kwijt bij de jongen aan de rechterkant van het veld. Het gebeurt net over de middenlijn. Een korte combinatie brengt de jongen in problemen nadat hij een tikje terugkrijgt van Pinaar en bijna op de bal gaat staan. Dan gaat de jong liggen. Is er een vrije trap gegeven aan AS Roma. Kijkt Merk nog of er niet nog wat vervelende dingen gebeuren bij die spelers die er allemaal samen op de grond lagen. En heeft Ajax de bal alweer met de jong een hoge vliegende trap nou naar voren. Dan gaat Ibrahimovic achteraan lopen. Maar Ibrahimovic komt daar niet bij omdat de verdediging van AS Roma de rijen sluit. En Zibina dan vervolgens de bal weer inlevert op het middenveld bij Witsche. Witsche van de bal gezet door Cassano die net even wat feller is. Cafu gaat liggen in duel met Bergdolma. Maar Totti heeft de bal. Cafu weer overeind gekrabbeld. Totti is eenmaal kwijt. Dan verdedigt Ajax met man en macht. Komt Witsche helpen. En hebben de Amsterdammers de bal weer. Counteren nu met Mido. Mido met een prachtige lichaamsschermbeweging om Dellas heen. Heeft nog een paar verdedigers voor zich. Zlatan wordt tot opzij gezet door Zebina. Prachtige mooie lichaamsschermbeweging van Mido. Met een mogelijkheidje op een counter voor Ajax. We spelen 10 minuten in de tweede helft. Het is een leuke, aantrekkelijk, interessante wedstrijd. Niet altijd even goed, maar bloedstollend spannend. Met het balbezit nu voor Candela. Candela, terwijl Roma nu wat meer mensen naar voren gaat sturen. Maar consequent toch 4-5 man achterin houdt voor slechts 2 aanvallers aan Ajax-zijde. Cassano aan de andere kant met Candela. Gaat de 16 meter proberen binnen te komen. Speelt de bal achter Cafu, die de bal nu met de rechtervoor moet geven. Hoogte is er niet en dus is het wegwerken van Passane. Mido neemt de bal aan. Moet die bal nu onder controle blijven houden? Lukt niet. Goede actie van Zebina. En dan gaat de bal over de zijlijn. En dan krijgen we de invalbeurt van Jari Liedmanen. Die in het veld gaat komen. Hij gaat op de plaats komen van Mido. Nou ja, dan heb je toch een andere visie, Koeman. Maar jij hebt het diploma, ik niet. En dus is de wissel daar. Liedmanen erin. Mido eruit. En Mido is uitermate teleurgesteld. Ja, en ik vind het ook wel opmerkelijk. Want ik voelde wel wat van jou gedacht om Van der Meijden eruit te halen. Maar goed, het wordt Mido. En die gaat nu uiteraard rustig. Want elke seconde is er één naar de kant. Wordt nog luid toegejuicht door de supporters. Die denk ik de handen ook wel flink op elkaar zullen klappen als nu Jari Liedmanen het veld gaat binnenkomen. Want op het moment dat hij de training of de kleedkamer tijdens de rust aan het einde van de rust iets eerder uitkwam dan de rest van de spelers, was het duidelijk dat het publiek hem nog steeds erg leuk vindt. Want er werd om zijn naam geschreeuwd. Liedmanen dus nieuw in de ploeg. Als Ibrahimovic aan de linkerkant of aan de rechterkant van het veld graag een inworp wil versieren, maar die uiteindelijk niet versiert. Er een inworp komt van AS Roma. Een inworp die Zebina inmiddels in het hart van de verdediging heeft gekregen bij Dellas. Een meter of 10 voor de middenlijn. Die mag gaan bouwen aan een nieuwe aanval van AS Roma. Er staan 57 minuten op de klok in de Amsterdam Arena. Ajax ook in de tweede helft tegen AS Roma niet echt in de problemen. En dus nog altijd die prachtige 1-0 voorsprong. Nog een half uur moeten ze daar in de Amsterdam Arena. Houden ze die voorsprong vast. Ajax, AS Roma, Bas Stigler en Jack van Gelder. Capello gaat nu daadwerkelijk iets doen en een beslissing forceren in deze wedstrijd. Dan wel in positieve, dan wel in negatieve zin. Hij haalt de centrale verdediger eruit. Dellas en brengt een spits daarvoor in. Montella. Dat betekent dat je dus nu een heel interessant partijtje voetbal gaat zien. Want je zou dus denken dat de Italianen nu daadwerkelijk met een verdediger minder gaan spelen. Maar lijkt het alsof Cafu gewoon een linie terugschuift. En is het dus minder manmoedig dan gedacht. Maar Montella is wel een echte aanvaller. Terwijl
Candela nu een overtreding begaat. Een scheidsrechter merkt daar als altijd dichtbij staat. De vrije trap snel genomen is. En via Pienaar Ajax bijna wegbreekt. Daar waar Zebina een letterlijke voet voor zet. Bal over de zijlijn gaat. En het balbezit is voor Ajax. Ajax dat die 1-0 voorsprong nog steeds in handen heeft. Maar het is natuurlijk maar een heel dun draadje. Vrije trap naar de overtreding van Samuel. En het is een eerste klas scheermes. En ik zeg het nu voor de derde keer. Een echte Argentijnse verdediger. Dan weet u allemaal wat ik bedoel. Balbezit voor Ajax. Vrije trap Witsch. Liedmanensal, want dat was het slachtoffer. En denk ik nog even deze meneer vriendelijk toevoegen. Dank u, ik heb me vanochtend al geschoren. Het hoeft niet nog een keer. Want die heeft pijn. De vrije trap van Ajax op het hoofd van Ibrahimovic. Bij wie krijgt hij hem? Bij niemand. Nou, voor de voeten dan van Pienaar. Net buiten het strafschopgebied uithalen. Maait over de bal. Komt de bal dan wat paniekerig uitverdedigen van de Italianen. Nog bijna voor de voet van een van de Ajaxiden voorin. Maar lukt het uiteindelijk niet. Is het goed mee verdedigen. Die de uitbraak in de kiemsmoord van AS Roma van Andy van der Meijden. Kan Ajax er via Maxwell weer uitkomen. Aan de linkerkant van het veld. Van der Meijden kiest positie. Maxwell speelt de bal tegen Cafu aan. Die inderdaad rechtsback is geworden lijkt het. Waardoor Panucci die daar begonnen in het centrum is gekomen. En de inworp is er dan voor Ajax. Maar dat is in ieder geval prettig na zo'n vrije trap. Waar je toch even een gevaarlijk moment hebt. Dan zo snel weer de bal terug. Het publiek merkt dat. 63e minuut. Het publiek maakt lawaai. Ajax staat op de goal van Ibrahimovic in de 11e minuut. Nog altijd thuis voor tegen AS Roma met 1-0. Ajax zet goed druk op de verdediging. Het enige wat dus echt veranderd is, zou je kunnen zeggen bij de Italianen, is dat ze nu met 3 aanvallers in plaats van met 2 spelen, dus naar 4-3-3 over zijn gegaan. En Ajax zou daarvoor moeten kunnen profiteren. Omdat dat, wat ik al eerder zei in de eerste helft, vaak zo is dat de aanvallers geen stap mee verzetten in verdedigende zin. En je dus een man meer situatie op het middenveld zou kunnen krijgen als Ajax dat goed uitspeelt. Nu met het balbezit aan de linkerkant van het veld. Witsche met een korte combinatie met Liedmanen. Liedmanen naar Van der Meijden die de bal goed aanneemt in de 16. De bal door 1 verdedigersbenen speelt en dan de bal kwijtraakt. Dan probeert Montella de bal onder controle te krijgen. Dat lukt niet. Passane speelt dan de bal op zijn beurt richting Maxwell. Maxwell Witsche goed gespeeld. Nog een keer Maxwell, nog een keer Witsche. Maxwell gaat dan diep. Zou ik niet echt doen in deze fase. Maar Witsche houdt goed overzicht. Speelt de bal naar Yakubu. Yakubu even terug naar Stekenburg. Een beetje opgejaagd door Cassano. Krijgt de bal daardoor voor de verkeerde voet. Trapt de bal naar voren. Stekenburg heeft normaal gesproken een goede trap. Nu ook komt terecht bij Maxwell. Maxwell speelt de bal op de middenhuis zomaar in de voeten van een tegenstander. Komt ook door het zwarte tenu van een tegenstander. Ik heb het zelf ook een paar keer ervaren. Als je tegen een ploeg speelt in het helemaal zwart, dan laat je je soms verrassen omdat je er gewoon niet op rekent. Maar ja, misschien zegt het ook wat over mijn voetbalcapaciteiten. Met alle respect voor Black Devils en HBS. Balbezit in ieder geval voor Candela. Linkerkant van het veld. Over de middenlijn gespeeld nu naar Cassano. Die zich een beetje laat zakken. Dan vervolgens als hij de bal terug heeft. Dan Candela weer het gat induikt aan de andere kant. Maar de bal gaat naar het centrum. Daar wordt een overtreding gemaakt. Vindt in ieder geval de scheidsrechter door Bergdolmo. Het slachtoffer is Montella. En die mekkeren nog wat na. Met name Montella. Die zegt van ik kom jou nog wel tegen. Want ik vond het geen fijn tikje. Bergdolmo uiteraard doet alsof hij helemaal van niks weet. Hij kiest positie rond de kop van zijn eigen strafschopgebied. Vrije trap door de Italianen. Kort genomen. Bal komt uit bij Cafu. Rechterkant van het veld. En die stuurt dan Montella helemaal de diepte in richting cornervlag. Uiteraard met Bergdolmo in de achtervolging. Daar komt ook Witsche helpen. Hij draait er toch wel aardig uit Montella. Maar hij is dan vervolgens de bal wel kwijt. En dan kan de Ajax eruit komen. Eigenlijk niemand voor. Dus we moeten lopen met de bal aan de voet. Liedmanen paast dan toch. Omdat er aan de linkerkant wel wat diepte wordt gezocht. Maar Van der Meijden niet wordt gevonden. Er komt een hoge trap terug van de Italianen. Waar Passane koppend uitverdedigt. En De Jong en Pienaar dan de rest mogen doen. Via Slater gaat de bal goed nu naar de linkerkant van het veld. In een wedstrijd die door die wissel van Capello opener is geworden. Een hele mooie lange trap. Lange trap van Witsche. Is het Van der Meijden aan de linkerkant van het veld. Moet daar terugdraaien. Draait op het lichaam van Cafu. Absoluut geen overtreding. Overtreding gezocht door Van der Meijden. Terecht niet bestraft. En balbezit nu voor Roma. Dat via Lima de bal kwijtraakt. Pienaar neemt over. En nu wordt het dus een fase waarin je gewoon controle moet houden. En je niet in het tempo van je tegenstander moet gaan stappen. Terwijl Van der Meijden helemaal over de achterlijn staat. En Ajax dus eigenlijk nu even met 10 man speelt. Met Liedmanen in balbezit. Liedmanen speelt de bal naar Zlatan. Zlatan. Zlatan kan gekke dingen doen. Speelt de bal naar Liedmanen. Liedmanen met het schot. En Ajax! Het is een doelpunt! Het is een doelpunt! Het is Liedmanen die de bal in de verste hoek drukt. En Ajax na het voorbereidende werk van Zlatan weet Liedmanen te vinden. En dat werd Liedmanen een veel makkelijker positie tegen Valencia verzuimd te doen. Namelijk te scoren. Doet hij nu wel. Hij drukt de bal in de verre hoek. En het staat 2-0 voor Ajax. En nu hangt die verrassing letterlijk en figuurlijk in de lucht. Fantastisch doelpunt van Liedmanen. Fantastisch voorbereidend werk ook van Ibrahimovic. Die de bal tussen 3 tegenstanders in door een heel klein gaatje, een heel klein geultje met de linkervoet bij Liedmanen krijgt. Die hem prachtig afmaakt. Ja, gezien wat we van de Italianen hebben gezien.
in de eerste deel van deze wedstrijd zou je toch zeggen dat deze 2-0 voorsprong die Ajax nu heeft gekregen tegen AS Roma eigenlijk toch niet meer weggegeven mag worden. Ajax heeft het achterin tot dusver redelijk onder controle gehad. 66e minuut. Liedmanen 2-0. Na 11e minuut slaat dan Ibrahimovic 1-0. Ja, dit mag je niet meer weggeven. Hoewel AS Roma natuurlijk ook wel zoveel kwaliteit in de ploeg heeft dat je dat nooit met zekerheid kunt zeggen. Maar wat is dit een fantastische opsteken voor de Amsterdammers. De goal van Jari Liedmanen. Koeman ruziet wat met de vierde official. Op het moment dat zijn ploeg gewoon de vrije trap mag nemen aan de rechterkant van het veld. En De Jong, ook een van die jonge mannetjes die er toch ook weer gewoon staat alsof het niets is. De man achter de bal is en hem terugspeelt naar Passane. Ook lang niet gespeeld, maar ook eigenlijk probleemloos overeind gebleven. Kan dan de bal via het hoofd van Max wel uiteindelijk in de voeten krijgen van Witsche. Witsche combineert kort met Liedmanen en brengt de bal dan weer aan de linkerkant van het veld. Bij Maxwell, die ziet dat Van de Meijden goed terugdraait. Daarmee in ieder geval de bal in het bezit houdt. Witsche gaat aan de wandel. Probeert langs zijn tegenstander Emerson te komen. Dat lukt niet. Maakt een overtreding. Vrije trap voor AS Roma. Bij Roma aan de kant loopt Batistuta zich warm. Batistuta een beetje aan het eind van zijn carrière. Maar dat is een superspits. Inmiddels 33 jaar oud. Gaat direct zijn invalbeurt maken. En ook dat is wel leuk om te zien. Laten we hopen dat hij net zo weinig potten kan breken in aanvallende zin als Totti, die zich nu even beklaagt bij scheidsrechter Merk. Vanwege het feit dat hij even werd vastgehouden door Yakubu. Die inderdaad als een plaag om Totti heen hangt. Ook nu wint hij het kopduel van Totti. Lima kan de bal dan met de afgeslagen bal pakken. En is het Cafu. Cafu richting Totti. Totti rand 16. Oppassen geblazen. Cassano, Montella. Bal nog niet weg. Montella rand 16. Wordt weggewerkt door Passane. En verder getransporteerd door Pinar. En nu zal je direct misschien een keer de boel nog meer af kunnen counteren. Omdat er inmiddels nog maar 3 verdedigers staan aan Roma's zijde. Omdat Roma moet. En Roma zal ook die aanval gaan zoeken. Maar nog met weinig overtuiging is dat tot nu toe in de eerste 68 minuten van de wedstrijd geschiet. Nu misschien aan de rechterkant van het veld. De opening? Nee. Witsche, uitstekend. Krijgt ook nog een vrije trap mee. Omdat hij het tikje krijgt op het moment dat hij de bal heeft ontfutseld van zijn tegenstander. En ermee vandoor wil. En natuurlijk gewillig gaat liggen. En dat bedoel ik niet seksistisch. 69e minuut, 2-0 voorsprong voor Ajax. Vrije trap. Berg Dolmo halverwege zijn eigen helft zegt tegen Stekelenburg: blijf jij nou alsjeblieft gewoon in je strafschopgebied staan. Ik neem de bal hier zelf wel. Laten we geen risico nemen. Kort wordt die bal genomen. Maxwell kaats terug. Dan komt er van Berg Dolmo een lange trap zoeken naar het hoofd van Ibrahimovic. Niet gevonden. Zijn tegenstander kopt wel. Dat is Panucci. En dan hebben de Italianen balbezit via Emerson aan de rechterkant van het veld. Draait handig weg van de tegenstander. En ziet dat vanaf de rechterkant aan de linkerkant ruimte ligt. En die ruimte wordt er dan uiteindelijk gevonden en benut door Candela, die de middenlijn oversteekt. Cassano aanspeelt. Speelt wat meer vanaf de linkerkant. Die twee passen terug doet dan de bal waarbij Candela de voeten schuift. Die staat nu wel op de helft van Ajax. Dat met alle spelers nu op de eigen helft staat. Overtreding gemaakt door Yakubu. Slachtoffer Totti. Kijken we naar de scheidsrechter van ik word weer heel erg misbruikt hier op dit veld. Kun je er alsjeblieft eens wat aan doen. Maar ik denk dat de Duitser dat inmiddels wel gewend is. Vrije trap is het uiteraard wel. Die is inmiddels genomen en in de voeten gekomen van Cassano aan de linkerkant van het veld. Cassano naar Candela. Candela kan hij er wel of niet voor krijgen. Dat niet, want er zit een uitstekende tackle van Passane tussen voordat hij wel voorkomt. Passane kan echter niet voorkomen dat we de eerste corner in de tweede helft überhaupt kunnen gaan noteren. En die corner zou wellicht iets kunnen gaan opleveren voor de Italianen. Die normaal voetballend nog niet echt voor Stekelenburg zijn gekomen. Maar met dode spelsituaties daar het meest in de buurt komen. Nu Stekelenburg wegboksend met twee vuisten. Bokst de bal weg. En de bal bezit dan nog voor Cafu. Met een schot van behoorlijke afstand. Maar dat gaat ook behoorlijk naast. Had ook weinig overtuiging deze bal. Terwijl Batistuta er direct in gaat komen. Met het voor hem eigenlijk vreemde nummer 33. Gabriel Omar Batistuta. Prachtige mooie voetballer. Lang gespeeld bij het inmiddels failliet gegaan Fiorentina. Toen naar Roma gegaan en nu in de nadagen, in de herfst van zijn carrière. Maar voetballen zal hij toch zeker niet verleerd zijn. Dus gaan we kijken wie er nu uitgaat. Haalt hij Cassano eruit? Wat gaat hij doen? De wissel komt nog niet, want Stekelenburg kan de doeltrap nog gaan nemen in dat wat de 71ste minuut van de wedstrijd is. Bal naar voren gespeeld, richting Zlatan, maakt een overtreding. Nu dan, neem ik aan, toch die wissel. Wat is Tuta inderdaad met nummer 33? Misschien dat het zijn leeftijd is, want zo oud is hij. Ja. Dan mag hij elk jaar een Cassano, nieuw nummer uitkiezen. En inderdaad gaat Cassano naar de kant. Het is de tweede wissel van AS Roma. Dat, zoals u weet, al eerder Montella bracht voor verdediger Dellas. En nu dus Cassano naar de kant haalt voor Batistuta. En laten we hem goed in de gaten gaan houden. Want herfst van zijn carrière of niet. Jack zegt het terecht. Het blijft natuurlijk een levensgevaarlijke aanvallen. Sabina heeft de bal voor Roma. Kan hem kwijt aan de linkerkant.
Candela. Pina komt kijken, maar niet met al te veel overtuiging. De bal gaat strafschopgebied binnen. Wordt daar door Max wel uitverdedigd. Opgevangen dan door Emerson. En Emerson verplaatst de bal naar de rechterkant van het veld. Daar staat Cafu met links nu een voorzet richting Totti. Totti kopt terug. Batistuta, eerste balcontact bijna. Maar Passane zit ertussen. Het uitverdedigen van Ajax levert nu bijna altijd, wilde ik zeggen, balverlies op. En dit keer komt de bal toch voor de voeten van der Meijden. Van der Meijden, Liedmanen. Liedmanen is voorin. En heeft eigenlijk alleen maar de steun van Ibrahimovic. Die wijkt uit naar de linkerkant. Wil de bal moeilijk controleren. Je ziet dan uiteindelijk dat zijn tegenstander wel de bal heeft. Maar ook iets gedaan heeft dat niet mag. En daarmee krijgt Ajax de vrije trap halverwege de helft. Terwijl beide trainers nu wat nerveuzer langs de zijlijn staan toe te kijken. Koeman zal zich toch al met al prettiger voelen, neem ik aan, dan zijn collega Fabio Capello. Vrij trap voor Ajax inmiddels genomen. Terug richting Bergdolmo. Bergdolmo opgejaagd door Batistuta. Speelt de bal met de linker, waar geen buitenspel zeker niet is voor Van der Meijden. Van der Meijden met Cafu speelt er omheen. Maar Cafu zet er een voetje tussen. Bal over de zijlijn. En Ajax met de nuttige tijd. Tijd die wegtikt in het voordeel van de Amsterdammers. 2-0 voorsprong, slaat dan in de 11e. En Liedmanen in de 66e minuut. Tot nu toe de schutters in deze wedstrijd. Met het balbezit nog steeds voor Ajax. Maxwell die soms iets te lang wacht, maar aanmerkelijk beter speelt dan in de eerste helft. Toen hij heel veel slordig balverlies had, kan hij ook de bal inwerpen. Doet dat aan de linkerkant van het veld. Gooit de bal in de voeten van Pienaar. Pienaar Liedmanen. Liedmanen draait even weg van een man. Speelt hem even terug naar richting Witsche. Witsche speelt de bal helemaal naar de rechterkant van het veld. Maar wel achter Nigel de Jong. Nigel de Jong heeft overigens alle tijd, omdat nu pas Candela in de buurt komt. Pienaar krijgt dan een tik van de nummer 5, Jonathan Sebina. En dan is er dus weer tijd voor Ajax. Ajax dat gewoon lekker die wedstrijd moet gaan uittikken. Lekker de bal moeten laten gaan. En weinig persoonlijke acties moet ondernemen. Want ruimte komt er absoluut nog een keer. Terwijl er nu een vrije trap is van Passane. Vanaf de middenlijn ziet hij dat Antonioli ver voor zijn doel staat. Maar zelfs deze bal heeft Antonioli gewoon klem. Dik een kwartier nog, officiële speeltijd. Met het balbezit voor Roma. Dat zullen we in het slotkwartier denk ik toch wel het meeste zien. Op de helft van Ajax, waar Totti krijgt van Candela. De bal weer teruggeeft, maar de bal schiet onder Candela door. Dan kan Passane overnemen. Handig loopt hij dan vervolgens langs Totti. Dat was de beste oplossing. Dan komt de bal bij Liedmanen terecht aan de rechterkant. Wordt de Jong een beetje in de problemen gebracht en moet hij terugspelen op Stekelenburg. Die laag uittrapt, de bal inlevert bij Emerson. Emerson nu tussen twee Ajaxiden door wil. Dit wordt even oppassen geblazen als Batistuta gaat liggen. En denk ik toch wel degelijk een tik krijgt van Witsche. Die zelf nog aan de scheidsrechter probeert duidelijk te maken dat hij daar de bal speelde. Maar daar heb ik toch eerlijk gezegd in de herhaling, als ik die bekijk, bepaald niet de indruk van. De vrijtrap lijkt mij terecht. Op het moment dat Batistuta nog maar eens kijkt naar die herhaling, ja, hij gaat hem gewoon op zijn voeten staan. Vrijtrap is volkomen terecht. En de vrijtrap ligt op een gevaarlijk punt. Recht voor het doel van Ajax. Op een metertje of 5, 6, 7 buiten het strafschopgebied. Ik denk dat Merck de muur nu weer op een meter of 16 gaat zetten. En dan kan Roma de vrijtrap nemen. Ja, toch zou je zeggen, als je geen muur zet voor zo'n afstand, moet ik het ook nog zien. Maar er zitten natuurlijk wel een paar aardige trappers bij met effect. Totti gaat het ongetwijfeld proberen. Totti, Totti! En de redding van Stekelenburg. Eerste goede actie in deze wedstrijd zou je kunnen zeggen van Totti. Handelend optreden van Stekelenburg voorkomt de treffer van Roma. Want die bal daalde heel behoorlijk. Met rechts ingeschoten, met de binnenkant van de voet. Met een mooie dalende curve. En de tweede corner voor Roma. Terwijl nu de grensrechter daar gaat staan en roept van er is een blikje en ik heb geen statiegeld. Nu komt dan die corner vanaf de rechterkant. Is oppassen geblazen voor Ajax. Kopwerk moet nu geschieden. Geschiet. Nu ertussen komen. Is goed gedaan. En dan gaat Ajax uitbreken. Ajax breekt uit via de rechterkant van het veld met Van der Meijden. Van der Meijden kan die bal niet langs Sebina spelen. Want heeft hem nog niet onder controle. Houdt hem nu wel. En Sebina maakt een overtreding. Goed gedaan door Van der Meijden. Van der Meijden die dan ageert tegen Sebina. En dan zie je ook dat spelers als Van der Meijden en al die andere jongelingen bij Ajax inmiddels een dusdanige ervaring hebben gekregen dat men weet dat dit ook bij Europees voetbal hoort. Een beetje zeiken, een beetje zeuren en een vrije trapje meekrijgen. Nu de bal op Zlatan, die de bal ongelooflijk mooi onder controle houdt. En de bal speelt naar Liedmanen, makers van de twee goals. Zlatan en Liedmanen. Pienaar tussen twee man in. Speelt hem even terug naar Nigel de Jong. Nigel de Jong speelt hem goed naar Yakubu. Yakubu speelt hem dan helemaal van eigen helft terug naar Stekelenburg. Zal men niet altijd allemaal even blij mee zijn. Bal nu naar voren getrapt. Leek me buitenspel. Want een paar spelers kwamen nog terug. Leek me uit buitenspelpositie. Wordt niet bestraft. Liedmanen dan schermt de bal af. Pienaar heeft de bal bezit. Het hakje van Liedmanen. Overtreding tegen Pienaar. Vrije trap Ajax. Ja, vasthouden van Candela. Maar de manier, en dat vind ik wel prettig om te zien. De manier waarop Ajax het toch ook durft om ook dit soort korte combinaties met een keer een hakje te doen. Dat strekt tot vreugd. Dat geeft vertrouwen. En dat geeft natuurlijk ook de elf die op het veld staan vertrouwen. Dat is een stuk belangrijker dan het vertrouwen bij de 50.000 hier binnen.
77e minuut, 2-0 voorsprong met De Jong achter de bal. Bal richting kop strafschopgebied waar Van der Meijden onder de bal doorgaat. Eigenlijk een beetje vast stond in de duel met Kandelaan. Cafu aan de rechterkant de bal heeft. En paast Batistuta op de bal gaat staan. Geen controle heeft. Yakubu er daarom tussen zit. En Liedmanen heeft. En de bal speelt in de breedte naar Ibrahimovic die hem terugspeelt. Aan meester vaart eruit. Komt De Jong wel goed voor zijn man. En zorgt hij ervoor dat het balbezit voor Ajax blijft. De lange trap van Passane belandt volgens mij wel op de punt van de schoen van Liedmanen. Maar de bal komt uiteindelijk in de handen van Antonioli. Daarom is ook de oeh van het publiek nog steeds naar zijn magistrale blunderen in de 11e minuut. Waardoor Ibrahimovic 1-0 kon scoren. Maar ditmaal loopt het voor de Italiaanse doelman. En daarmee voor AS Roma allemaal een stuk beter af. De paas komt van achteruit van Samuel. En komt in de voeten aan de rechterkant van het veld van Cafu. Dat betekent balbezit opnieuw op de helft van Ajax voor AS Roma. Ajax verdedigt heel geconcentreerd. Want daar waar je Ajax in het verleden nog wel eens mocht verwijten. Voor zeg maar de periode Koeman. Dat men naïef verdedigde. En als men zelf aanviel onmiddellijk tegen met de balverlies een kans voor de tegenstander creëerde. Is Ajax veel geconcentreerder in de verdediging. En daarop bouwend kan je dan ook zoals nu er zo nu en dan goed uitkomen. Met Zlatan de ruimte aan de rechterkant. Bij Pienaar wordt niet gezien. Hij neemt ook geen risico. Is ook niet zo erg met 2-0 voor. Gewoon een rustige bal spelend. Van der Meijden tussen twee man in. Van der Meijden doet te veel. Van der Meijden speelt niet goed in deze wedstrijd. Raakt de bal ook weer simpel kwijt. En dan zal straks Boukari in het veld gaan komen om Van der Meijden, neem ik aan, af te lossen. Balbezit voor Montella. Montella ter hoogte van de middencirkel. Heeft wat ruimte, maar drijft veel met de bal. Batistuta, of Totti is het, gaat ongetwijfeld voor de vrije trap. Krijgt die vrije trap ook. Want dat is eigenlijk alles waar men op loert. De vrije trap. En dan eens een keer kijken of men weer in de buurt kan komen van Stekelenburg. De wissel direct voor Boukari. Laat nog even op zich wachten. Eerste vrije trap. En daarbij staan Batistuta en Candela. En in rangorde zeg ik dan, die is voor Batistuta. Ja, dat mogen we aannemen. De bal ligt, rekent u zelf maar uit. De muur van Ajax staat precies op het strafschopgebied. Batistuta legt aan, schiet de bal hard in de muur. Rebound komt er niet voor hem, niet voor Candela ook. Bal komt wel bij Zabina voor de voeten. Die hem dan maar in het strafschopgebied van Ajax lepelt. Waar er van Amsterdamse zijde al vrij snel drie met hun handen omhoog staan. Ter teken, dit is zijn veilig. En de bal wordt uit de lucht geplukt door Stekelenburg. Die wat vreemd uittrapt. Daar moet helemaal Ibrahimovic aan de rechterkant komen. Komt de bal op het hoofd van Candela. En is er uiteindelijk een misverstand. Een paas van Pienaar die ook moeilijk kreeg. Die niet bij De Jong aankomt. Bal over de zijlijn. Ingooien voor AS Roma. En wisselen bij Ajax. De wissel kon er zich in feite zelf al aan. Van der Meijden niet zijn beste wedstrijd naar de kant. En Nordin Boukari kan voor de laatste, wat zal het zijn, 11, 12 minuten van deze wedstrijd in het veld komen. Fris en snel, dat zal nodig zijn bij de uitbraken die Koeman natuurlijk aanziet komen in het vervolg van deze wedstrijd. Van der Meijden shock in alle rust van de overkant van het veld naar de kant hier. Scheidsrechter Merk vindt dat allemaal prima. Boukari gaat komen en zal de counters van Ajax enige glans moeten geven. Want dat Roma zal gaan drukken en de druk zal laten toenemen in het vervolg van deze wedstrijd. Dat mag met die 2-0 voorsprong voor de Amsterdammers duidelijk zijn. Wel balbezit uit de hoekschop van AS Roma vrij snel voor Ajax met Liedmanen. Liedmanen speelt de bal te hard naar Zlatan. Is niet te belopen voor de Zweed. En zo gaat die bal over de zijlijn. 79 minuten spelen we inmiddels. En ik zit te kijken of ik nou gek ben of dat Koeman gek is. Want hij laat Seedorf nog warm lopen. En volgens mij mag je zelfs bij de Champions League niet vier keer gaan wisselen. Seedorf komt nu ook terug. Ik geloof dat ze het nu ook doorhebben. En Koeman zegt sorry, maar ik heb me verrekend. Het gebeurt me normaal gesproken alleen met Klaverjassen. Balbezit nu voor Stekelenburg. Stekelenburg die alle tijd neemt. Omdat Roma niet echt aandringt. Alleen Montella even op de bal afgaat. Waardoor hij de ruimte creëert voor Stekelenburg om de bal te spelen naar Maxwell. Maxwell nu de hoogte van de middenlijn is. Maxwell gaat aanzetten. Langs Emerson gaat. Dan in de kluts tegen Boukari aangaat. En dan is het Cafu die uiteindelijk kan uitverdedigen. Balbezit voor Roma via het hart van de verdediging met Samuel. Samuel naar de linkerkant van het veld naar Candela die alle ruimte heeft. Die nu 10 meter over de middenlijn gaat met Pienaar voor zich. Pienaar die goed speelt, zeer goed speelt. Ziet dat Lima de bal nu breed speelt richting dat is Panucci. Panucci naar Emerson. Dan zit ook Witsche er goed bij die ook een goede wedstrijd speelt. Het middenveld van Ajax oogt prima. En ook ja, eigenlijk centraal achterin zit het goed dicht. Totti wordt het nu weer moeilijk gemaakt door Yakubu. Op het moment dat er dan uitverdedigd wordt door zelfs Nordin Boukari. Die krijgt dan een trapje omdat Emerson hem niet ziet komen. En eigenlijk te laat is met de zwaaibeweging van zijn been. En zo tikken de minuten hier weg. En zitten we in de laatste 10 officiële speelminuten van het tweede Champions League treffen van Ajax. In de tweede ronde na het gelijkspel tegen Valencia gloort er nu een overwinning. Wat de 2-0 voorsprong. En laten we eerlijk zijn, AS Roma wordt niet gevaarlijk. Er zijn wat dode spelmomenten geweest die er dreigend uitzagen. Een aardige vrije trap van Totti die door Stekelenburg onder de lat vandaan werd gehaald. Maar daarmee is de koek eigenlijk wel op. Dan blijft Ajax vrij eenvoudig overeind. En dat
is een prettige gedachte. 8,5 minuut voor tijd met de vrije trap op de helft van AS Roma. Met Pinaar achter de bal die wegloopt. En de Jong die er dan maar positie achter neemt. De spelers van Roma nu ook allemaal op de eigen helft. Als de Jong de bal terugschuift naar Passane. Passane kan nog verder terug naar Bergdolmo. Die op zijn beurt natuurlijk altijd nog verder terug kan naar de doelman. Dat niet doet. Wat ongelukkige bal geeft die op het hoofd komt van een van de Italiaanse verdedigers. Dan kan de La en uiteindelijk op het middenveld Lima de rest van het werk doen. Maar de bal vervolgens toch weer wordt ingeleverd. Bergdolmo verkijkt zich een beetje op die bal, heb ik de indruk. Daardoor kan er een Italiaanse uitbraak komen. Maar omdat Batistuta de bal ook niet meteen onder controle krijgt, loopt het niet helemaal goed en niet snel. Toch uiteindelijk via Cavour aan de rechterkant. De voorzet komt. Batistuta wordt gezocht. Dat hoofd van Nigel de Jong wordt gevonden. En die komt de bal het strafschopgebied weer uit. Wel in de voeten van Candela. Loopt daar zelf achteraan. Duelleert wat met Candela ook nog op het moment dat de bal al weg is. De bal is namelijk bij Zibina gekomen. En dat betekent terug in bezit van AS Roma. Zij het nog in de verdediging. Het spel verschuift zich weer richting doel van Stekelenburg. Waar de lange bal al komt. Batistuta bij de bal wil. Maar er niet aan te pas komt. Het uitverdedigen weer is via de Jong. En dat ook ogenblikkelijk weer balverlies oplevert. 8,5 of 7,5 minuut nog. Het wordt gewoon geconcentreerd blijven en doorbijten. Dan denk ik dat er niet veel aan de hand is. Dit lijkt me een aardig tikje trouwens van Emerson op de benen van Pinaar. Het levert een vrije trap op voor Ajax. Een meter of 10 voor de middenlijn. Ja, Pinaar kermt even van de pijn, maar staat gewoon op de benen. Schrok ook van het inkomen met gestrekt been van Emerson. Absoluut een gele kaart, ja zeker weten. Maar goed, wordt niet gegeven. Ik geef je ook nog even de tussenstand in Londen bij Arsenal Valencia. Ook in deze pool. Arsenal staat nog steeds 0-0 tegen Valencia. En dat zou betekenen bij deze standen op de twee velden dat Ajax en Arsenal opeens aan de leiding gaan in deze pool. En dat Valencia dan op 2 punten staat en Roma puntloos blijft. Dus 2 ploegen op 4, 1-2, 1-0. Maar het is hier nog niet gespeeld en het is op Highbury nog niet gespeeld. Hier het balbezit voor Roma, maar dat wordt ook weer goed verwerkt door Maxwell. Balbezit voor Stekelenburg, voordat Batistuta in de buurt kan komen. Stekelenburg heeft de bal in zijn handen, mag gaan gooien. Wilde eigenlijk kiezen voor de Jong, kiest uiteindelijk niet voor de Jong. Rolt de bal rustig voor zichzelf uit en komt dan met een lange trap. Waar weer wordt gemikt op Ibrahimovic. Die gokt op het feit dat Sabina de bal mist. Maar dat doet hij niet. Want start eigenlijk vanuit de rug van zijn verdediger weg. De bal gaat vervolgens via, ik dacht, Liedman over de zijlijn. Dat levert dan AS Roma een ingooi op. Die nu door een van de mensen achterin rustig weer richting middenlijn wordt gebracht. De bal komt er een hoge trap. Batistuta en Bergdolmo gaan de lucht in. Dan wordt er gefloten door Merk. En fluit hij, dat moet al geweest zijn voor een overtreding van Batistuta. Dan geeft Ajax de vrije trap. Het elleboogje werd daar lichtjes gebruikt door de Argentijn. Die zijn haar, zie ik op de monitor, fantastisch gefeund heeft vanavond. Dat zit allemaal spik en span bij alle spelers van AS Roma. Maar dat de ploeg van Capello niet meer de ploeg is die we in de laatste jaren hebben leren kennen in de Italiaanse Serie A. Dat is na vanavond in ieder geval voor mijn eigen ogen en niet op televisiebeelden toch wel duidelijk geworden. 5,5 minuten als Sabina zich even lijkt te verkijken op een lange trap van Ajax van achteruit. De bal verkeerde kant op kopt. Waar hem toch een beetje tot zijn geluk over de zijlijn liet zien gaan. Daardoor kan Ibrahimovic er niet mee vandoor aan de rechterkant. Er zit slechts een ingooi voor de Amsterdammers diep op de helft van AS Roma. Het publiek gelooft al dat het niet meer mis kan, Jack. Dat denk ik ook niet, omdat Roma geen indruk maakt in aanvallende zin. En Ajax daar waar mogelijk de bal onder controle houdt. En ook goed stoort zodra de balverlies is. Zoals ook nu, Yakubu stoort door tot hij die helemaal op eigen helft staat. Tot hij kijkt wat verontwaardigd naar Yakubu die onverstoorbaar terugloopt. En ziet dat het balbezit voor Roma is de hoogte van de middenlijn. Samuel geeft hem diep, veel te diep. Bal komt terecht bij Maarten Stekelenburg. Nee, het is absoluut geen gestroomlijnd elftal. Dit Roma van Capello, de kampioen van 2001. De ploeg die op dit moment gewoon minder draait. Maar door Ajax ook op een zeer moedige manier is bestreden. Ajax dat Loopbond, Sikora, Kivu, Galasek, Van der Vaart, O'Brien en Heitinga mist. En Trabelsi er ook nog afgegaan heeft zien worden met een blessure. Ja, dan kan je alleen maar bewondering hebben voor het feit hoe Koeman bezig is met dit elftal. En dan ook nog Liedman in de eerste helft op de bank houden en de tweede helft inbrengen. In een fase waarin je zegt, nou, nu kan het. 55 minuten gespeeld. En 11 minuten later scoort hij naar alle waarschijnlijkheid beslissende en bevrijdende 2-0. Balbezit voor Candela. Candela draait, maar weet dat Nigel de Jong goed verdedigt. Tot hij in een veldduel met Yakubu gaat ongetwijfeld weer proberen een vrije trap te krijgen. Dat lukt niet, want Yakubu houdt goede afstand. Dan de bal via de andere kant. Is de oppasser geblazen. Panucci wil nog wel eens een schot geven. Wordt daar nu niet tot toe in staat gebracht. En dan een bal van Cafu. Meters achter en over. Als ik zeg tegen Amsterdammers, het was een zuur biertje, dan weet iedereen waar ik het over had.
AS Roma lijkt er zelf ook niet echt meer in te geloven. Het mooie geïllustreerd net door de handen in de zij van Candela aan de linkerkant. Die zijn collega Cafu aan de rechterkant het zuurbiertje ziet afvuren. En vervolgens blijft staan en denkt wat is hier in vredesnaam aan de hand. Ja, Stekelenburg weer met de doeltrap. Het mag allemaal even duren nu. Het laatste rotje voordat het 31 december is ontploft nou links van ons. Als op de eigen helft Ibrahimovic de bal controleert. De jongen wat wild inkomende Sebina moet trotseren. Dat uiteindelijk doet omdat hij een vrije trap krijgt. En volgens mij er ook juist op het juiste moment wegspringt. En daarmee de schoen van de verdediger van AS Roma ontwijkt. Maar de vrije trap is weer tijd. De vrije trap is weer seconde. De vrije trap is balbezit. En op het moment dat de klok op 87 minuten springt. Kan de conclusie al wel zijn dat Ajax hier 3 punten moet gaan halen. Dat mag niet meer mis. Liedmanen kopt door uit die vrije trap richting Ibrahimovic. Draait van het doel weg. Weer een moeilijke tikjes. Ja, als het lukt ziet het er prachtig uit. Maar ik heb de indruk bij hem toch altijd dat hij het te vaak te veel doorzet. En dan te vaak dom balverlies leidt. Dit is fantastisch wat de Jong doet. Die de bal van de voeten van Candela afglijdt. En daarmee een Ajax-counter kan inluiden. De voorzet komt een beetje achter Bukari. Wordt wel opgevangen door Ibrahimovic. Die de bal dan onmiddellijk via het centrum weer terug probeert te steken op Bukari. Maar die kan net niet bij de bal komen. Zo had het met een beetje meer geluk ook 3-0 helemaal beslist kunnen zijn. Als je daar een beetje meer geluk hebt met dat uitspelen. Nu moet je toch weer terug naar achter als Candela en AS Roma alweer komen. Wat is Stuta probeert een korte combinatie aan. En ze proberen alles in de vele tekorten en te kleine ruimte die Ajax uitstekend afschermt. Omdat er natuurlijk als je in vorm bent in het hart van de verdediging niets lekkerder is om een tegenstander te zien die zich constant zelf in de fuik trechtert. Bal nu van Panucci weer in die fuik. Stekelenburg moet wegblijven en is er niet. En dan is het opeens 2-1. En is het een fout van Stekelenburg. Die veel te veel uit zijn doel staat. Veel te veel twijfelt. En Batistuta de gelegenheid geeft om over Yakubu raak te koppen. En zo krijgen we toch nog een zenuwachtige eindfase. Waarin het 2-1 is geworden. En Ajax dus op die minieme voorsprong blijft staan. 2-1. Fout van Stekelenburg. Die de hele avond al een wat onwennige indruk maakt. En duidelijk laat zien dat hij een tijdje niet heeft gespeeld. En wat wedstrijdritme mist. Nu het balbezit voor de Italianen. In dat wat nog een lange eindfase gaat worden. Ook al is het misschien nog maar een minuutje of 3. Met een lange bal die over de zijlijn wordt gespeeld. En Ajax daarmee rust verschaft. We zitten in de 89e minuut van de wedstrijd. Erbij zal komen ongeveer een minuut of 3. En dat betekent dus dat het nog 4 minuten wordt met dichtgeknepen billen, ben ik bang. Ajax moet nu gaan laten zien dat het geleerd heeft van de slotfase in Valencia. Waarin het in de laatste minuut op voorsprong kwam. En 2 minuten in de extra tijd tegelijkmaker binnenkreeg. En nu moet het zorgen dat dat niet gaat gebeuren. De bal voor de voeten van Batistuta. Die haalt ineens uit, maar in de handen van Stekelenburg. De bal wordt geschoten vanaf een meter of 18. Maar hij raakt hem niet helemaal lekker. En dus heeft Stekelenburg de bal. Uittrappen maar. En dat doet hij naar mijn smaak een beetje snel. Hoewel ik over het algemeen niet zoveel op heb met keepers die tijd trekken. Maar in dit geval mag het best. Witsche krijgt de vrije trap mee na de overtreding van Cafu. Die zich verontschuldigt. Nee, Emerson. Die zich verontschuldigt bij Witsche en de scheidsrechter. Maar het zal hem niet helpen, want hij krijgt gewoon een gele kaart. Het is de 4e van de avond, de 3e voor de Italianen. Het is tijd voor Ajax, het is tijd voor Witsche die... Terwijl wij op de monitor lezen dat meneer Emerson de volgende wedstrijd vast met vakantie kan. Want die hoeft hij niet te spelen omdat hij is geschorst. Terwijl Witsche nu weer opgelapt is en de vrije trap ziet liggen voor de voeten van Berg Dolmo. Die probeert hem te steken in de richting van Bukari. 3 minuten die het strafschopgebied binnenkomt. Maar de bal in de handen ziet verdwijnen van Antonioli. 3 minuten. En die gaan over 6 seconden in. En dan weten we dat Ajax gewonnen heeft. Laten we maar positief blijven. Liedmanen zat er goed bij. Naatje de Jong raakt de bal kwijt. Slater moet het lichaam er goed tussen zetten om het balbezit te houden. Maar het lukt niet. Dan via Yakubu is het balbezitter. En via de voet van Emerson kan hij verder gespeeld worden. Maar dan doet Bukari het slecht. En dan moet Witsche erbij komen. Het wordt nog heel erg lastig. Want Ajax begint heel langzaam Roma op paard te zetten. Met het balbezit nu. Maar Roma blijft maar volharden. Met het zoeken van de hoge bal richting de centrumspitsen. Batistuta en Totti beginnen nu een beetje te jagen. Totti loopt vervelend tegen Passana aan. Stekelenburg loopt dan om Totti heen. En gaat Totti nog een keer in de buurt komen. Waardoor Stekelenburg zich toch laat verleiden door die bal te snel te trappen. En de scheidsrechter dan zegt van je moet gewoon van de keeper afblijven. Dus krijgt Ajax een vrije trap. En dus kost het weer een aantal nuttige seconden die in het voordeel van Ajax wegtikken. We zitten in de blessuretijd nog te spelen. 2,5 minuut, dan is het afgelopen. En dan gaat Ajax, dat zodanig verzwakte Ajax, in ieder geval op papier, een hele nuttige overwinning halen. Daar waar Koeman hoopte op 3 punten uit 2 wedstrijden, zouden het dan 4 worden uit 2 wedstrijden. Maar het is nog niet gespeeld. Alhoewel Ajax balbezit heeft via Bukari. Bukari in de rechterkant van het veld. Goed gespeeld. Slaat dan. Geeft de bal naar Liedmanen. Liedmanen in de 16.
Kan hij er wat uithalen? Kan hij in ieder geval de bal in bezit houden? Dat laatste kan je wel aan hem overlaten. Speelt er wel naar Pinar, opgejaagd door Sebina. Sebina glijdt weg. Dan via Bukari. Bukari steekt de bal binnen door. Slater kan er net niet bij komen. En dan is Antonioli, de keeper, zo slim om die bal heel ver naar voren te trappen. Waar het niet dat het niet ver genoeg is. Ajax kan overnemen via Yakubu. Yakubu raakt de bal kwijt aan Emerson. En dan is balbezit voor Cafu achter van de middenlijn. Het wordt nog lastig. Het wordt nog lastig. Alhoewel, weer een bal hoog gespeeld. En weer een prooi voor de Ajax-verdediger. Passane verdedigt uit. Bal komt bij Liedman op de eigen helft nog. Draait net voor de middenlijn terug. Speelt de bal in veilige haven. Die veilige haven luistert naar de naam Nigel de Jong. Die de bal terug speelt op de doelman. Een hoge trap naar voren. Ploft neer halverwege de Romeinse helft. Het Ajax publiek fluit, want wilde dat het afgelopen is. Dat is het bijna, maar nog niet helemaal. De 2-1 voorsprong voor de Amsterdammers. En Roma komt weer. De bal door iedereen Hens. Gemist. Hens! Hens! Toch zeker wel van Montella. En scheidsrechter Merk ziet dat ook in, op het laatste moment als Montella bovendien de bal van de kop van het strafschopgebied nog tegen een tegenstander aanspeelt. Ook dan ietsje verderop. Totti en Passane ruzie met elkaar. En Candela, om mij voor duidelijke onbekende redenen, nog tegen de gele kaart oploopt. Hij protesteert vanwege het feit dat na dit incidentje Ajax een van de spelers de bal wegtrapt. En dan zegt hij van, dat mag toch niet. En dan begint hij zo te zeiken. Dat zeker een Duitse scheidsrechter zoiets heeft van, dat bepaal ik zelf wel. Precies. Vrije trap voor Ajax. Want het begon allemaal met die hensbal. En dus heeft Ajax de bal via de vrije trap van Stekelenburg. Ja, dit mag gewoon niet meer mis. Dit mag niet meer mis voor Ajax. Kijkt Merkel op zijn klok. Wil hij al blazen als Ibrahimovic de bal niet kan controleren. Liedman achter de bal aan. Hopen de Italianen nog één keer kunnen komen. Maar nee, het is voorbij. En Ajax wint thuis van AS Roma met 2-1. Ibrahimovic en Liedman zorgden voor de doelpunten van de Amsterdamse kant. En Batistuta deed in de allerlaatste minuut nog iets terug. Hij zorgde nog voor de 2-1. Maar Ajax krijgt loon naar werken. Speelde een hele prima wedstrijd. En krijgt 3 punten. Een prima opsteker met dit gehavende elftal. Voor het elftal van Ronald Koeman. Waar kan dit nog naartoe? Ajax wint thuis van AS Roma. De tweede wedstrijd in deze tweede ronde van de Champions League. Met 2-1. Goed, die staat genoteerd. En die 3 punten die staan. Oh, Horus, dat klinkt lekker daar, hè, in de arena. Ja. Dus genieten. Volle arena, 2-1 dus voor Ajax tegen AS Roma. Andere wedstrijden van vanavond. Arsenal, Valencia bleef op 0-0. En Inter tegen Bayer Leverkusen 3-2. Ajax tegen AS Roma werd vanavond in de Amsterdam Arena 2-1 voor de Amsterdammers. Studiosportcollega Martin Vriesema nu in gesprek met een van de Ajaxiden. Richard Wits, gefeliciteerd. Als ik zeg dat Ajax toch een relatief makkelijke avond heeft gehad, dan denk ik dat je het met me eens bent. Nou, makkelijk. Ik heb best wel zwaar gehad. Dat maak ik me te werk en... Ja, ik dacht ook wel dat we het iets zwaarder zouden krijgen, maar we hebben het gewoon goed gedaan en verdienen 3 punten, denk ik. De slotfase, dat mag natuurlijk niet, hè? Nee, je ga je weer achter met je kont achter in het kool lang en dan zie je dat je zo'n kool weer tegen krijgt. En dan krijg je nog moeilijk ook weer, wat helemaal niet nodig is. En je verliest stomme ballen weer. En dan moet je het gewoon goed uitspelen en rondspelen en dat doen we dan niet. Goed, verder kun je heel tevreden zijn. Dit Roma, ik had het veel sterker verwacht. Ja, maar ik denk dat wij het ook goed gedaan hebben. In het begin zaten we goed kort op, daarna een periode iets minder. Maar op zich hebben ze goed opgevangen. Wat zegt hij nou over de ploeg? Je miste hele belangrijke spelers en dan toch zo'n prestatie. Ja, we hebben 24 spelers en we zijn allemaal ijswaardig. En als je erin staat, doe je je best. Meer kun je niet doen en je ziet dat je het ook met anderen kan redden. Tot nu toe was Ajax heel bescheiden in die Champions League. Hè? Elk puntje was meegenomen. We moeten niet te veel verwachten. Wordt het niet tijd voor een wat brutale stampen? Ik denk nooit zo. Als ik speel, dan wil ik die 3 punten hebben. En daar ga ik ook voor. Ik denk niet zo. Elk puntje is meegenomen. Ik wil voor de volgende ronde. Daar ga ik voor. Op naar Arsenal. Ja, ook weer een moeilijke. Succes. Okay. Dan gaan we weer terug naar de catacombe in Amsterdam. Naar collega Martin Vriesema met een andere Ajax-iets. Ja, die liet maar even hoesten. Dat is van de inspanning. Sorry? Dat is van de inspanning dat je moet hoesten. Ja, ik ben een beetje... Nou, ik was bijna week ziek en nu eerste wedstrijd, dat merk je dan. Dat was ook de reden dat je op de bank begon? Dat weet ik niet. De trainer wilde de tijd nemen voor je, hij wilde je bewust de tweede helft brengen. Wat was eigenlijk de opdracht die je meekreeg op het moment dat je het veld in kwam? Nou ja, een beetje op mijn normale positie om die diepe spits heen. Spelen en dan gewone dingen doen wat ik normaal gesproken ook zou doen. Ja, sterk aan de bal natuurlijk en dan die goal, dat is natuurlijk heel lekker. Op een heel belangrijk moment ook. Ja, het zat lekker in en inderdaad was het belangrijk 2-0. Het gaf toch
iets meer zelfvertrouwen. Moeilijke laatste 20 minuten. Uiteindelijk hebben ze wel één goal gemaakt, maar dat was niet genoeg. Als je al kritisch moet zijn over Ajax, dan is het die tegengoal. Dat mag eigenlijk niet bij zo'n 2-0 voorsprong, dan moet je het uitspelen. Ja, inderdaad, maar normaal gesproken is er niks aan de hand. Maar ik denk dat Stekenburg een beetje uitgeleidt. En dat kan. Zeker in zo'n veld zoals in Arena. Hoe aangenaam verrast ben jij nou over dit Ajax? Als je weet dat je Kivu mist, Van der Vaart, Galasek en dat deze ploeg toch dit kan? Nou, we hebben een ploeg die kort bij elkaar zit. Dus we hebben geen grote verschillen. Bijna allemaal zijn de jongens jong en onervaren. En iedereen heeft specifieke eigen kwaliteiten. Natuurlijk Kivu of Van der Vaart hebben heel veel kwaliteiten voor zo'n leeftijd. En een lange termijn mis je die jongen zeker. Maar 1-2 wedstrijden kan je het gewoon ontvangen met die spelers die je nog hebt. Bijvoorbeeld Richard Wiske heeft gewoon fantastisch gespeeld. Altijd als hij gespeeld heeft. En in principe is hij geen basisspeler. Dus, maar ja, hij is een van de meest ervaren spelers. 15 jaar profvoetbal achter de rug. Zo'n jongen kan natuurlijk altijd blog helpen. Wat concludeer jij nou aanleiding van deze wedstrijd voor de rest van de Champions League? Is er toch iets te halen hier? Nou ja, we moeten Real zijn. We hebben inderdaad jonge, talentvolle, maar onervaren blog. We hebben allemaal topploegen in onze pool. Elke wedstrijd, we kunnen gewoon goede resultaten boeken. Zelf met mindere spel. En elke wedstrijd hebben we wat aardigs laten zien. En we moeten gewoon niet veel vooruitkijken. We moeten gewoon Real zijn. Twee benen op de grond. De volgende wedstrijd is BSW heel belangrijk in de competitie. En we moeten nu gewoon de Champions League voor een paar maanden vergeten. Na 2 wedstrijden, 4 punten, dat is toch lekker meegenomen.